Wij willen jullie allemaal welkom heten op de studiemiddag orgaandonatie en orgaantransplantatie. Ik ben PDC-schepen van de stad Turnhout. Namens het statusstudie welkom bij het schepen van gezondheidsbeleid. Maar deze studiemiddag is georganiseerd door de stad in samenwerking met Haas en Turnhout en Thomas. Ik wil jullie alvast hartelijk welkom heten op wat zeker een boeiende namiddag gaat worden. Waarom sta ik hier? Als schepen eigenlijk omdat wij als stad Turnhout het hoogste aantal geregistreerde orgaandonoren hebben in heel België. Niet in absolute aantal, maar wel procentueel. Turnhout is ongeveer 7% van de iemands heeft zich vrijwillig geregistreerd als potentiële orgaandonoren. Dat is bijna 3 keer zoveel dan het Belgisch gemiddelde. Dus in alle andere gemeenten hebben ze nog wel wat meer. Als jullie nu cijfers willen weten, 10 jaar geleden zijn we daar eigenlijk niet begonnen. Toen stond er een standje van Belgdonor op de havenbeurs in Turnhout, de havenbeurs. Een aantal van jullie weten dat nog, diegenen die iets jonger zijn, waarschijnlijk in Nederland, in de Staten. En daar stond een meneer, er stonden 2 meneer, zitten nog van achter in die zaal. En die spraken de toenmalige burgemeester aan, wat Marcel Willings, die was toen in de zee. Van, ja, de stad kan de stad niets doen rond orgaandonatie. En ik was toen 3 maanden schepen, een pak jonger dan nu. En Marcel zei, ja, bespreek dat met die jonge schepen hier, jij gaat dat wel doen. Jij gaat dat wel doen, dat was een beetje gemakkelijk gezegd. Maar uiteindelijk zijn we eraan begonnen. En voordat we eigenlijk in 2017 daaraan begonnen zijn, aan de stad Turnhout, 117 We hebben dan denk ik in de afgelopen 10 jaar, en vooraan zit iemand, onze gezondheidsconsulent Sandro Vries. Je heeft samen met de mensen van Beldonor en de dienst gelijke kansen zowel overal in Turnhout gezeten met een stand voor laat u registreren als orgaandonor. Van de bloemenmarkt, de krop, tot de hal van het ziekenhuis, tot Zevenhout van Hoekel, waar ze een aantal weken geleden nog gezeten hebben. En Zevenhout van Hoekel dat zeker straks ook nog wel eens zal vallen, denk ik, in de loop van deze maand. En we hebben dan, eigenlijk op de 10 jaar, zijn we nu geraakt aan 3201 geregistreerde organen. Dat is de 7% is al gevolgd. Dus van 117 op 10 jaar tijd naar 3201. En er was ook grote schrik. Iedereen zei als in het begin, ja, begin daar niet aan met dat in de picture te zetten, want je gaat vooral beginnen en die willen stimuleren om te tekenen. Dus je kunt ook zeggen, ik wil dat bewust niet mijn organen komen. En daar hadden we ook cijfers over. En dat was toen vanuit een aantal acties zeiden, ja, niet aan iemand, je gaat vooral dat verzet, want vrijwillig dat komt ze niet doen. En we zien eigenlijk dat dat verzet, dat was in 2017. In het voor oude rol 478 en dat is nu 565. Dat is ook wel gestegen, maar als je dan ziet dat er de bevolking gestegen is, is dat procentueel eigenlijk niet gestegen. Waarbij ik nog eens een oproep wil doen, als de mensen in het andere gemeente zien, vraag ook aan jullie schepen van gezondheidsbeleid of ze een actie daarom willen ondernemen. In Turnhout heeft het gerendeerd, dus waarom zou dat in andere gemeentes ook niet kunnen? Jullie zullen straks vanuit professionele invalshoek, maar ook vanuit een aantal persoonlijke getuigen, ook vernemen waarom dat zo belangrijk is, die orgaandonatie, en dat laten registreren. En waarom wij als stad samen met AZ Turnhout en Thomas More op deze studie namiddag kunnen. Dus ik hoop dat jullie een mooie namiddag hebben en dat we jullie ook stimuleren. Degenen die in Turnhout wonen, die kunnen zich altijd aan het loket laten registreren. Of bijvoorbeeld aan de Sam, die Sam steekt een hand geven. Aan Sam al vragen dat hij dat niet moet regelen, direct. Degenen van buiten Turnhout raad ik aan om naar hun gemeente te gaan en ze laten registreren. Maar ik ga niet verder een inleiding doen. Ik ga direct het woord geven aan de dagvoorzitter, aan Stotter, journalist van de WZ van Antwerpen, maar zelf ook ervaringsdeskundige. Ik dank jullie voor jullie aanwezigheid en ik wens jullie een goede namiddag. Dank u wel.
van mijn kant. Zoals gezegd, ik ben Hans Schotter. Ik ga niet op een visie zoals u ziet. Ik ben ook een ervaringsdeskundige in die zin. Ik ben 11 jaar geleden getransplanteerd. Ik heb toen een nieuwe nier gekregen. En 5 jaar geleden, toen de donoractie van Turkmans 5 jaar bezig was, werd ik al een keer gevraagd om als getuige mee de actie te doen om in de krant. Ik zal maar zeggen, ik kom morgen ook in een verslagje in de krant. Transplantatie is heel belangrijk, dat weten jullie ook. Kan veel levensverlenging hebben met de organen van één mens. Kan je verschillende mensen tegelijk helpen. Dus een, ja, wat zegt 8 mensen voor zoveel verschillende organen zijn. Zoals je weet werk ik ook met wachtlijsten. Ons land is aangesloten bij Eurotransplant. Een organisatie die met de Europese landen samenwerkt. En daar de organen over verdeeld. Ik heb even de cijfers nagekeken van eind september, dus nog maar 2 weken geleden. En toen waren er in ons land 1.369 mensen op de wachtlijst. Voor al soort organen, hart, nier, longen en zo. In 2016 zijn er iets meer dan 1000 organen getransplanteerd in België. Dan denk je van 1200, dat is bijna heel veel. Maar komen elk jaar 1200 nieuwe registraties op de wachtlijst bij. Dus we kunnen ze niet bijnemen. En dan een beetje misschien te zeggen, je denkt van een orgaan of mensen die overlijdt in België, die organen naar een orgaanbare persoon in België. Die Eurotransplant werkt zo dat organen worden verzameld, bij wijze van spreken, niet letterlijk, maar de organisatie kijkt van welk orgaan beschikbaar is op dat moment. En kijkt dan niet zozeer naar de plaats op de wachtlijst, dus hoe lang je op de wachtlijst staat, maar in de eerste plaats of er een match is met iemand. Er is een echt aangesloten land die best overeenkomt qua lichaams, samenstelling en bepaalde ziektes en zo. En dan wordt pas gekeken onder andere naar de plaats op de wachtlijst en naar de urgentie van de ziekte. Veel mensen zijn ernstig ziek en hebben echt dringend een orgaan nodig. Dus het kan gebeuren dat mensen die na 3 maanden op de wachtlijst al worden. In mijn geval heeft het 2,5 jaar geduurd. Ik was 18 toen men mij ontdekte dat ik polykistische nieren had, of heb, voor altijd. Dat wil zeggen dat mijn nieren vol met kisten zitten. Als je daar een scan van zou nemen, zou je zien dat ik geen druiventros in mijn nieren groeit. Het zijn allemaal kleine kistjes die in elkaar groeien. Ik hoor dat mijn nieren ook helemaal opzwellen. Dus ik heb een nierenbraak, dat zijn mijn nieren, ik heb een nierenbraak. Ik ben dan, als ik 18 was ontdekt, het opgisteren hier dan ook erfelijk. Dus dat is mijn familiebeeld bezoeken, langs mijn broers zei, en toen bleek dat mijn moeder, mijn broer, mijn oom en zijn buik ook aan het hadden. Dus niet dus 1-2 kans dat ik heb. En ik heb al een tijdje voorgedaan, tot denk ik mijn 30ste, tot mijn vaststel van, ja, die nieren gaan niet lang meer trekken, maar ik doe de functie, de nierfunctie, de oude strik, mijn aanzienlijk. En de nierfunctie is in dit geval weer weinig, dus het bloed zuiveren uiteraard. Maar ook die afvalstof in de moet gehad worden via binnen afvoer. Nu, in mijn geval, de bloedzuivering werkt niet zo goed meer. Het urineren was ik nog wel goed, dat is geen probleem. En dan heb ik, dat zal ik na 15 jaar weten, niet zo lang meer. In 2003 ben ik aan het nierdialyse gegaan, zodat men 3 keer per week moest ik 3,5 uur aan een bussel hangen, die ik altijd de aderlid wat ik aangemaakt is, werd de bussel in mijn ader klopt en dan werd kunstmatig mijn bloed gezuiverd. Dat lijkt een goede zaak, dat is ook een goede zaak uiteraard, maar het is niet voldoende om te genezen. Dankzij door de dialyse kan mijn nieren nog echter functioneren. Ik zeg wel, wat is mij doen? Ik zou niet van alles. En dan, na 2,5 jaar, de hele wachtlijst kwam er eigenlijk problemen te doen. Als je dan die dialyse bent, die leven staat helemaal net leek aan die dialyse. Je hebt een heel streng, je moet 3 keer per week dialyseren. Je hebt een heel streng dieet, want je mag heel veel dingen niet meer eten. Heel vreemd genoeg is dat je
toch tegensprekend met wat moderne dieet zou zijn. Je denkt van gezondheid. Nee, als je dialyse bent, mag je geen grauwe groenten eten. Moet je zoveel mogelijk groenten kapot koken eigenlijk, dat alle goede voedingswaarde eruit zit. En dat al die stoffen niet meer voor je dieet kunnen verwerken. Dat 2,5 jaar wachtlijst heb ik dan op een vrijdagmiddag, pas 15 december 2006, een half jaar geleden, tegen het telefoontje al leuven van meneer Ottenduil een dier voor u. Toen ben ik meteen binnengeboren en ik had gesprekken van wat je echt spantepedig oproepen, moet je binnenkomen. En dan heb ik een nachtelijke operatie ondergaan en dan heb ik vooral kerstmis en nieuwjaar met drie koningen in het ziekenhuis gelopen. Maar ja, na 2,5 jaar, dat gaat nou in van maanden. Als ik dan terug weder. En intussen, ik leef 11 jaar nu met een derde nier, want mijn theorstroom geen nier heb ik nog. Het is gewoon een nier bijgepast en een mies. Die al het werk van die twee andere nieren heeft overgenomen. En dat uitstekend doet. Dus ik ben gezond en ook. Ik ga sporten, ik kan gewoon normaal leven. Dat niet. Maar ik moet natuurlijk ook een massa medicatie nemen voor de weg. Wat natuurlijk al een bijwerking heeft sowieso. We gaan vandaag heel wat van die aspecten dieper behandelen. Zowel het aspect van de artsen die met orgaandonatie bezig zijn, zowel de patiënten die een orgaan krijgen, als nabestaanden van middenleden van mensen die orgaan schenken. Meestal overleden mensen. Ik wil daarom als eerste spreker vandaag eerst wel van de intensieve zorg op het AZ in Putland aankondigen. Dat is Oké, dankjewel. Ik ben dus Mark van Hoofd, ik ben anesthesist en ik ben ook intensivist. En daarnaast ben ik ook, en dat is eigenlijk de reden waarom ik vandaag hier ben, de lokale verantwoordelijke, de medeverantwoordelijke voor de functie lokale donorcoördinatie in het ziekenhuis die we natuurlijk aan het AZ. Die functie lokale donorcoördinatie, dat is iets wat door de overheid in het leven is geroepen. Het is eigenlijk een uitloper van het GIF-project. Het GIF-project dat is ontwikkeld vanuit de overheid om eigenlijk de expertise en de bekwaamheid, de ervaring omtrent orgaandonatie en die zo breed mogelijk te verspreiden tussen alle ziekenhuizen in België. Met het doel dus om zoveel mogelijk en zo goed mogelijk organen te kunnen doneren en in tweede lijn te transplanteren. En België heeft dat niet alleen verzonnen. België heeft daarmee eigenlijk invulling aan een Europese richtlijn die er zat aan te komen en die dan gepubliceerd is in augustus 2010. Want ook Europa houdt zich bezig met orgaandonatie en het heeft dus regels opgesteld van het aanbod, maar ook de kwaliteit van de getransplanteerde weefsels en organen zo hoog mogelijk te maken. Vandaag gaan we het dus hebben over orgaantransplantatie. We gaan beginnen met een korte geschiedenis. We gaan verder kijken naar de transplantatie, omdat het een jonge discipline is binnen de geneeskunde. Maar in tweede lijn gaan we het hebben over hersendood. Het is immers nog altijd zo: de meeste getransplanteerde organen zijn afkomstig van hersendode patiënten. Dus we gaan even het concept hersendood bespreken, de definitie daarvan, in het onderzoek en andere zorgen. We willen van de volledigheid en als achtergrond eigenlijk nog even aanhalen waar globaal getransplanteerde organen vandaan kunnen komen. Ten eerste is er de onderverdeling tussen levende donoren en overleden donoren. U begrijpt, levende donoren kunnen slechts een beperkt aantal organen afstaan. In de praktijk gaat het dan voornamelijk voor familieleden die één nier afstaan. In principe is het ook mogelijk om dan een leven op, dus een deel van een leven te transplanteren. Maar dat is nog in een ontwikkelingsstadium. Dan de tweede grote groep zijn de overleden donoren. De meeste mensen overlijden met een cardiale dood. Dat wil zeggen, hun hart stopt met kloppen, ze stoppen met ademen en ze sterven. Die mensen komen maar gedurende een heel korte tijd in aanmerking om organen te doneren. Dat begrijpt u. Als de organen te lang zijn afgestorven, zijn ze niet meer kwaliteitsvol genoeg. Dus de meeste organen die getransplanteerd worden, zijn afkomstig van de tweede groep, dat zijn de hersendode mensen. Het
die hersenboven patiënten, die komen een aperitief risico voor in het ziekenhuis. De hersenboven patiënten, dat gaan we straks zien, die kunnen niet meer ademen. En dus gaat het daar altijd over mensen die aan ventilator hangen. En de mensen zelf zijn dan dood op basis van hersencriteria, maar hun organen kunnen verder blijven leven totdat de ventilator wordt stopgezet en het bereikt wordt aangesloten. Kort woordje over de heel vroege geschiedenis dan. Al in de middeleeuwen bestond er het verhaal, de legende van de twee heiligen Cosmas en Damianus. Twee heiligen uit de 3e eeuw na Christus. En over hen wordt verteld dat ze bij een jong edelman, die een zwaar ziek linkerbeen had, in zijn slaap s'nachts een transplantatie hadden verricht met een been afkomstig van een pas overleden moeder. En je ziet nu dat ze dat been weghalen. En dan een heel grote genezing die die edelman helpen. Maar als we dan over de iets meer gevalideerde en de recente geschiedenis iets willen zeggen, dan moeten we onmiddellijk naar het begin van de 20e eeuw gaan. En dan zien we een aantal eerste pogingen. Ik ga enkel over de pogingen die gepubliceerd zijn, waar we echt iets over kunnen vertellen. De eerste technische poging tot transplantatie gebeurde bij een hond, waarbij werd de nier van de hond zelf gewoon naar een andere plaats ingeplant. En er waren dus allemaal manieren om die techniek te ontwikkelen en op te stellen. We begonnen ook wat experimenteel onderzoek bij de mens. Zo werd er een ceeltransplantatie, dat betekent dat we gaan vanuit een andere soort, dus een dierorgaan hier bij de mens ingeplant. Maar begrijpelijkerwijs, al die pogingen hadden eigenlijk geen succes. Ook de eerste niertransplantatie bij een mens vanuit een dijk, dus een afgestorven patiënt in 1933, ik geloof ergens in Rusland, was eigenlijk het punt om te mislukken omdat er een onvoldoende afwist van de reactie van de technieken. Dus ja, uiteindelijk nog weinig succes. Ik weet niet of jullie een idee hebben wanneer dan wel de eerste, wat is de eerste transplantatie die jullie kennen? Hart. Maar ik denk inderdaad dat dat klopt. Ik denk dat dat de meest gekende orgaantransplantatie is. Want dat is de orgaantransplantatie uit 1967. Die gebeurde in, de meeste mensen weten zelfs dan nog, in een grote schuurziekenhuis in Kaapstad in Zuid-Afrika. Er was een jonge vrouw overleden door een verkeersongeval, cardiale dood. Dus dood vastgesteld op cardiale criteria. We gaan dat straks nog zien. De criteria voor hersendood die bestonden eigenlijk nog niet, die waren nog in ontwikkeling op het einde van de jaren 60. De chirurg was dokter Christian Barnaert. En gaat dat er al vanuit. Pas groot nieuws kwam ook in de krant. Dat kunnen we hier zien. En wat dan onmiddellijk opkomt eigenlijk als we gaan kijken is, anonimiteit tussen donor en ontvanger in bestond toen niet. Dus de donor hier en de ontvangers van mij vriendschappelijk op de eerste pagina een interview met de vader van de overleden vrouw. Dus dat is iets wat tegenwoordig eigenlijk niet meer aanvaard wordt. Tegenwoordig wordt er echt anonimiteit aangeschreven tussen de donoren en de ontvangers. Als we dan nog iets beter kijken, dan zien we, dat is ook een beetje een boodschap van vandaag, de donor heeft niet alleen een hart kunnen afstaan, maar ook nog een nier heeft ze nog kunnen afstaan, een heel ander jongetje heeft geholpen. Nu, dit was niet de eerste succesvolle orgaantransplantatie, het was wel de eerste harttransplantatie, maar de eerste orgaantransplantatie in het algemeen was in 1954. En dat vond plaats tussen twee tweelingbroers. Een van de broers, Richard, die was zwaar ziek geworden en had zijn nierfunctie verloren. En dan is zijn tweelingbroer Donald bereid gevonden om een nier af te staan. In overleg met de chirurg, als een plastisch chirurg, Dr. Joe Murray uit Boston. Nu, ze wisten nog niet zo heel veel van injectie en afstoting, dus wat hadden ze hier gedaan? Om zeker te zijn dat de tweelingen één eigen waren en dat ze dus elkaars weefsels zouden kunnen verdragen,
heb een klein stukje huid getransplanteerd van de potentiële donor naar zijn broer en dan enkele weken gewacht. En toen ze dan zagen dat dat stukje daar mooi in groeide, dat er geen problemen waren, dat dat stak niet, dan hebben ze met een rustig gemoed eigenlijk die operatie kunnen aanvatten, die niertransplantatie, wat toch wel zeker in die tijd nog een heroïsche onderneming was. Nog een andere pionier in de transplantatie in deze groep, dat was ook Thomas Starsel. En die is ook begonnen in het veld van de niertransplantatie, maar die wil een stap verder gaan. En hij heeft dan in 1963 de eerste levertransplantatie verricht, die, jammer genoeg, dat moet ik bij zeggen, eigenlijk niet succesvol was. Dat was een jongetje van 10 jaar met een terminale leverziekte, maar dat is overleden tijdens de operatie, omdat de techniek nog niet op punt stond. Want als we daarover denken, de lever is natuurlijk een heel wat complexer orgaan dan de nier. En denk maar aan de dubbele bloedvoorziening via de arteria hepatica en de vena porta. Denk ook maar aan de galbeden, die ook nog moeten ingeplant worden bij de receptor. Ook de functie van de lever, niet onderschatten, is heel wat complexer dan die van de nieren. Je weet, alle stollingsfactoren die worden aangemaakt in de lever. Dus dikwijls mensen die in aanmerking komen voor een transplantatie, zeker in die tijd, hebben ook problemen met een stolling. Als die lever al een tijdje wordt weggenomen tijdens de operatie, dan begrijpt u. En dat was ook een probleem bij die eerste operatie, dat is een zwaar probleem van duur. Dus die weg die was vol hindernissen, maar uiteindelijk dan in 1967. Ik ben toch de eerste succesvolle levertransplantatie kunnen uitvoeren. En heeft dat eigenlijk al beschreven in zijn biografie, zijn memoires, de Puzzle People. Als u daar eens wat meer over wil lezen, vanuit de eerste hand, dan raad ik u dat eens goed aan. Als we nu zo achteraf terugkijken op de geschiedenis van de transplantatie, dan zien we dat er twee grote hindernissen waren die moesten overwonnen worden. Ten eerste de technische problemen, en één daarvan was de anastomose, dat wil zeggen het aan elkaar hechten van bloedvaten. En het tweede was het probleem van de rejectie. Want het heeft even geduurd, eer men erachter is gekomen dat die afstoting, die problemen met orgaan, dat eigenlijk te wijten waren aan het afweersysteem van de ontvanger, dat zich dus richtte tegen de antigenen op de getransplanteerde orgaan. En dan heeft men uiteindelijk het majeurtisch-compatibiliteitscomplex en de HLA-antigenen ontdekt, waardoor men aan het tweede eiland de immunosuppressiva kon ontwikkelen. Ook dat heeft nog enkele decennia geduurd, eer dat men eigen, op een adequate manier, die afweerrespons onder controle brengen. En adequaat, dat betekent genoeg onderdrukken. Anders krijgen we afstoting, maar ook weer niet te veel. En als we te veel eten, dan is het risico op infecties te hoog. Dus dat is altijd een fragiel leven. Dus technisch probleem, als voorbeeld de anastomose, was dokter Alexis Carrel, een Fransman, voornamelijk actief in de Verenigde Staten. En heeft een techniek ontwikkeld om dat eigenlijk op een vlotte manier te kunnen doen. Om die vaten en voorspelbaar en degelijk aan elkaar te hechten. Ik heb daar trouwens een Nobelprijs voor gekregen op de Instituut in 1912. Over de immunosuppressie, daar kan ik een aparte les over geven, dat kan ik niet doen. Misschien wel even zeggen, in 1972 was er een kantelpunt, dat is cyclosporine ontdekt. En dat heeft pas de hele transplantatie in stroomversnelling gebracht, omdat er dan echt een correcte controle van de immuunrespons kon krijgen. De werkingsmechanismen en de compatibiliteit. Dus dat is het grote probleem, de compatibiliteit van de weefsels van de ontvanger en de donor. We kennen allemaal het ABO-systeem, dus de bloedgroepen in het resus-systeem, positief of negatief. Dat zijn dan vier bloedgroepen en twee allelen van het resus-systeem. Dat is eigenlijk redelijk overzichtelijk. En we weten hoe we daar rekening mee moeten houden bij transfusie op een veilige manier.
veilige manier bloed of plasma te kunnen toedienen. Nu, een heel ander verhaal is bij de weefselantigenen die MAC's, twee types zijn, daarin hebben we veel meer varianten, meer dan 1000. Het komt erop neer dat eigenlijk in de praktijk enkel één eigen tweelingen hetzelfde weefseltype hebben en dus geen immuunsuppressie meer ondergaan na transplantatie. Zo, dat was de inleiding over de geschiedenis van de orgaantransplantatie. De focus lag daarbij voornamelijk op de ontvangers. Maar voor die organen zijn er natuurlijk ook donoren nodig. En in de praktijk, dat heb ik al gezegd, zijn dat meestal de hersendoden donoren. Maar ook als er hersendood zijn, dan heb je het tweede deel van de voorbereid. Nu, de ontwikkeling van het concept hersendood hangt eigenlijk heel nauw samen met de ontwikkeling van de intensieve geneeskunde. Onder andere de ontwikkeling van de kunstmatige ventilatie was noodzakelijk om het concept hersendood te kunnen vaststellen. Dat begrijp je. Ja. Zonder kunstmatige ventilatie sterven deze patiënten een cardiale dood en is er geen sprake van mogelijke donatie op dat vlak. Nu, de ontwikkeling van de intensieve geneeskunde, het prille begin is eigenlijk te situeren in het begin van de jaren 50 van de vorige eeuw. Toen was er namelijk een ernstige polio-epidemie, in Kopenhagen met name, in Denemarken. En daar was een, polio, dat is een infectieziekte, virale infectieziekte die de werking van de spieren aantast. En ook van de ademhalingsspieren. Dus veel van die mensen raken in de problemen en overlijden als gevolg van respiratoire insufficiëntie. Nu was daar een anesthesist, dokter Jordan Gibson. En wat iemand gedaan heeft, is de technieken die hij al kende van het operatiekwartier, dat is controle nemen over de luchtweg, kunstmatige ventilatie, een tracheotomie aanleggen, een buisje in de luchtweg in de hals. Al die technieken die zij gaan toepassen buiten het operatiekwartier, met name bij patiënten die leden aan polio doen. En dat had een onmiddellijk majeur effect. We zien dat hier de mortaliteit van die patiënten die halveerde onmiddellijk door het instellen van die behandeling. En ja, die techniek moest natuurlijk nog verder op goed gesteld worden en je ziet ook dat de prognose eigenlijk alsmaar beter werd. Ik zie hier zo'n vrouw met polio, die dus een tracheotomie heeft gekregen, buisje in de keel, die is wakker. En die wordt dus manueel beademd. Er werden heel veel geneeskundestudenten, verpleegkundestudenten opgetrommeld om die toevoeging aan patiënten eigenlijk te kunnen helpen en te zorgen. Nog een ander beeld, er was ook technische ontwikkeling natuurlijk van de mechanische beademingstoestellen. Je ziet dus een heel grote zaal, eigenlijk het begin van een intensieve zorgafdeling. Er zijn ook de negatieve drukventilatoren tegenwoordig. Waarvoor de patiënt dus in een kist, in een pomp kruipen. Tegenwoordig werken we met positieve druk en dan wordt er beademd zoals we op de volgende graf konden zien. Ja. Nu, naarmate die intensieve geneeskunde beter en beter werd, kon men ook zieker en ziekere patiënten behandelen. En nu was daar een groep die men vaststelde, een groep van patiënten, waarvan wel het hart nog werkte, die ook beademd konden worden, de longen leken nog te functioneren, maar die voor de rest, wat hun hersenen betreft, er op geen enkele manier nog reageerden. En men noemde die patiënten dan, men zei daarvan dat ze in een irreversibele coma zaten, of van de man die het ook eerst heeft gebruikt, een coma depassé. Het was een groep van mensen waar men eigenlijk niet goed mee wist, ja, wat moet ik hier nu mee doen? Want de behandelingsopties zijn eigenlijk nu uitgeput. We kunnen weinig perspectief bieden aan de patiënt. In 1968 is er dan in Harvard, in de Verenigde Staten, een comité bij elkaar geroepen. En ze hebben een aantal criteria opgesteld om hersendood te beschrijven. En dan alle patiënten die dood waren, die konden dan, ja, waarvan kon behandeling opgezet worden. En dan niet was dan ook dat hun organen, als ze dood waren, konden dienen voor andere patiënten. Waarover spraken die houden criteria nu? Dat de patiënten misschien in een diep coma zijn.
mocht geen enkele reactie vertonen op pijnprikkels. Ze mochten ook geen hersenreflexen meer hebben. En er moest apnee zijn. Dat wil zeggen, patiënten mochten geen enkele ademhalingsinspanning doen, ook als ze van de beademing werden gehaald. Dat zijn eigenlijk allemaal criteria die opnieuw nog gelden. Wat men toen daar ook nog bij vroeg, was een EEG. Dus een EEG is een elektroencefalogram, waarmee men de elektrische activiteit van de hersenen wil aantonen. En dat moest dus volledig vlak zijn. Er mocht ook geen enkele elektrische activiteit in de hersenen meer zijn. En daarnaast, daar geldt ook nu nog, moet er natuurlijk geen verstorende factoren zijn. En door die harde criteria kwam er dan eigenlijk een nieuwe manier bij om te sterven, om dood te gaan. Een klassiek, ik heb het al een beetje aangehaald, sterven mensen omdat hun hart stopt met kloppen, omdat ze stoppen met ademhalen en dan overlijden. Maar toch ook in de vroege fase op een redelijk duidelijke manier vast te stellen. Bij deze patiënten wordt de dood vastgesteld op basis van neurologische criteria. En dan ja, komen ze dus inderdaad in aanmerking voor orgaanvermoeid. Nu, ook de Wereldgezondheidsorganisatie heeft dan uiteindelijk haar definitie aangepast. En daar is nu ook sprake bij de definitie van dood van twee manieren waarop je eigenlijk kunt sterven. Of wel is dat voor het stoppen van de hartfunctie, of wel is dat voor capaciteitsophaal, hersenlijden, die beide verdienen leiden tot afsterven van de persoon. Nu, wanneer zien we nu in de praktijk hersendode patiënten? Bij wie komt dit voor? Daarvoor moeten we eigenlijk even naar de anatomie van de hersenen gaan kijken. Dit is een dwarsdoorsnede van de hersenen. In het blauw hier grote hersenen, paars kleine hersenen. En dan hier in groen, oranje en lichtblauw de hersenstam. Hier de pons op de brug en het verlengde nerf. Wat heel belangrijk is bij het ontstaan van hersendood is dat we dit nu krijgen. De hersenen zitten opgesloten in de hersenbalken. Dat betekent, als hersenen een zware insult, een zware beschadiging ondergaan en ze beginnen te zwellen, dan komen ze in een probleem. Want er is eigenlijk geen plaats om te zwellen en dus als daar het volume toeneemt, dan moet per definitie ook de druk in de hersenen toenemen. En als de druk in de hersenen toeneemt, ja, dan komt er minder bloed in de hersenen. Dat is logisch. Als er minder bloed in de hersenen komt, is er minder zuurstof, dat betekent extra hersenschade. En op dat ogenblik zitten we eigenlijk in een vicieuze cirkel. En uiteindelijk komen we tot een punt waar de druk in de hersenen eigenlijk even hoog is als de gemiddelde bloeddruk. En dan is er, ja, dat is niet op wat dieper in het leven. Iets meer in detail over de hersenstam. Dus de middenhersenen, de pons, de brug en het verlengde nerf. Wat gebeurt in de hersenstam? Wel onder andere een deel van ons bewustzijn wordt daar gegenereerd, en onze aandacht. Ook de craniale reflexen, de reflexen van de hersenzenuwen, die vinden allemaal hun oorsprong in de hersenstam. En tenslotte, ook de controle van het autonome zenuwstelsel, die vindt daar plaats. Het ademhalingscentrum zit daar, en ook de bloeddruk en de cardiale functie wordt eigenlijk daar geregeld. Schemaat is voorgesteld wat er bij hersendood gebeurt. Volledige afwezigheid, permanent verlies van alle hersenfuncties, zowel de hogere hersenfunctie als de hersenstamfuncties. En hier is dan nog eens een schemaat is voorgesteld. Dit is het begin. Ernstig neuronaal lijden, dus een zware beschadiging, leidt tot zwelling. We weten allemaal wat er gebeurt als we onze enkel verstuiken. Toename van de intracraniale druk, dat is de druk in de schedel, dus ook de druk die er is in de hersenen. Verminderde bloedflow naar de hersenen en de cirkel is rond. En uiteindelijk stijgt de ICP, dat is de intracraniale druk, boven de perfusiedruk, de mean arterial pressure. En dan is er dus eigenlijk geen leven meer mogelijk.
Hier zien we twee CT-beelden uit de praktijk van zwaar hersenletsel. Hier aan de rechterbovenkant zien we een zwaar CVA, dus een zwaar herseninfarct in de linker hersenhelft. Hier zijn ook kleine tekens van zwelling, maar u begrijpt als hier grote zwelling optreedt, dan komt ook de rechter hersenhelft in het gedrang. Dan kan deze patiënt, het gebeurt niet altijd, maar ook hier kan die patiënt eventueel evolueren naar een hersenhelft. Dit is een patiënt na een zwaar verkeersongeval. En we zien daar al een hele reeks puntbloedingen aan de voorzijde van de hersenen. We zien ook al beginnende zwelling van de hersenen. We zien ook het verschil tussen witte en grijze stof al wat afnemen. Allemaal tekens die wijzen op hersenbedeling. En dit zal vermoedelijk wel slecht aflopen en leiden naar het inklemmen van de hersenen. En dus sterven op basis van hersenbloed. Dit is dan een beeld bij iemand die zwaar hersenbeleving, waar die patiënten dan eventueel uiteindelijk naartoe evolueren. Dus volledig verstrijken van de normale anatomie. De hersenen zitten eigenlijk ingepropt in die hersenbanden en die blijven ze niet heel spannend. Hoe stellen we nu de diagnose van hersenbloed definitief? Wel heel belangrijk om te benadrukken. In essentie is het een klinische diagnose. Dus we onderzoeken de patiënt, we kijken wat er gebeurd is. We hebben daar niet noodzakelijk technische onderzoeken voor nodig om die diagnose te kunnen stellen. Het is wel een heel delicate diagnose. De wetgever heeft gevraagd dat minstens 3 artsen waarbij betrokken zijn, 3 artsen met ervaring, om die onderzoeken te doen. En ze mogen elkaar niet tegenspreken. Als er één iemand twijfels heeft of iets vindt wat niet compatibel is, dan is altijd ongeldig, dan is deze patiënt niet hersenbloed. Dus eerst hebben we een aantal patiënten met precondities. Een aantal patiënten die handvoorwaarden, om zo te zeggen. Een aantal patiënten die comateus zijn, in diep coma en die aan de kunstmatige beademing. Per definitie, wie niet aan de kunstmatige beademing heeft, is niet hersenbloed, want hersenbloed patiënten kunnen niet halen. En dan moeten die patiënten een ernstige hersenbeschadiging hebben die dat we kennen. Er mogen geen verstorende factoren aanwezig zijn, ik ga er straks een partikel op in. En de craniale reflexen, alle hersenzenuwreflexen moeten afwezig zijn. En dan tenslotte, als laatste test, moet ook de apneurtest positief zijn, dat wil zeggen dat moet apnee zijn, geen ademhaling, afwezigheid van ademhaling, ondanks maximale stimulatie van het ademhalingscentrum. Een woordje over de verstorende factoren, allemaal dingen die dus niet mogen aanwezig zijn. Hypothermie, stelt een boven de patiënt op een normale lichaamstemperatuur hebben, dat wil zeggen minstens 36 graden Celsius. U begrijpt, patiënten die hersendood zijn of daaraan evolueren, die hebben zware metabolen en ionenstoornissen, ook die moeten allemaal behandeld zijn en in orde gebracht. Onder andere het zoutgehalte in het bloed moet perfect onder controle zijn om die diagnose te kunnen stellen. Heel wat van de patiënten op intensieve zorg krijgen slaapmedicatie, pijnstillers, die moeten allemaal langdurig genoeg gestopt zijn. En voor een aantal van die producten moeten we de bloedspiegel nagaan om te kijken of er laag bloed is. De hemodynamische instabiliteit is uit de boot, dus de patiënt moet goede bloeddruk hebben, een goede bevloeiing. We mogen natuurlijk geen spierverslappers meer circuleren die het onderzoek ook zouden kunnen invalideren. De craniale reflexen dan, ik heb er een aantal opgesomd hier, de belangrijkste, die moeten dus allemaal afwezig zijn. We gaan eigenlijk systematisch de hersenstam af op zoek naar enige restfunctie. En we mogen niets vinden. Dus er mag geen pupilreflex zijn als we schijnen met een lichtje in de pupillen van de patiënt, mag dat geen enkele reactie zijn. Meestal zijn de pupillen van een hersendood patiënt heel groot. Soms zijn ze niet kwijt, ze kunnen nooit klein zijn. Als we normaal gezien bij patiënten de cornea, voren die is aanvraagd, krijgen we ook de reflex op, die is afwezig. Als we met het hoofd bewegen, dan moeten de ogen mee volgen. De dals, de machtgevers die we ook bij de reflex mee zijn.
ook als we de tractus stimuleren, als we de patiënt aspireren bijvoorbeeld in het buisje in de luchtpijp, dan mag dat geen enkele misreflex uit te lokken zijn. Ik heb al een klein beetje aangegeven wat de Belgische wet zegt over de diagnose en het vaststellen van hersenbloed. Het laat een beetje een opening voor evolutie. En dat is ook wel zo, de inzichten veranderen een beetje. Dus wij moeten de dood vaststellen op basis van de jongste stand van de wetenschap. Dus als er nieuwe ontwikkelingen zouden zijn, dan mogen die meningen werken. Heb ik al gezegd, onafhankelijk vastgesteld door drie artsen. Een nieuw concept, dit is ook een heel ernstig concept. Het is onomkeerbaar. Vandaar die voorzorg om dit door drie artsen te laten doen. En die drie artsen die mogen geen relatie hebben met de ontvanger. Dat wil zeggen, de artsen die betrokken zijn bij de transplantatie, bij het implanten van het orgaan, mogen niet de diagnose stellen van hersenbloed bij de donor. De wetgever stelt voor dat als de meeste neurologen of een neurochirurg bij die drie artsen hebben gehoord, omdat zij de meeste ervaring hebben met het onderzoeken van die reflexen en met de hersenanatomie. En als derde arts is verplicht de intensivist of de reanimator om de apneetest te doen omdat het van de meeste in zijn expertise valt. Ik heb al gezegd, het is een klinische diagnose. In principe hebben we geen technische onderzoeken nodig, maar in een aantal gevallen zijn er toch problemen met het klinisch onderzoek. Bijvoorbeeld mensen met een hoge barslesie, daar kan men eigenlijk geen apneetest doen. Of mensen die langdurig hoge dosis sedatie hebben gekregen, waarbij men zeer lang kan verwachten eer die volledig uitgewerkt is. En dan zijn er dus een aantal onderzoeken die ons toch kunnen helpen om de diagnose te stellen. EEG en cerebrale angiografie staan tussen haakjes, omdat die eigenlijk minder en minder worden toegepast tegenwoordig. Doen we heel vaak een CT, cerebrale angiografie, op de perfusiespect, of nog meer in de universitaire ziekenhuizen. En het EEG, dat heb ik al een beetje aangegeven, willen we dus de afwezigheid van enige hersenactiviteit op elektrisch vlak aantonen. Die andere drie onderzoeken, die tonen eigenlijk aan dat er geen bloedvoorziening meer is van de hersenen. Als de hersenen weer bloed meer ontvangen, dan zijn ze perfusies. Dus dit is zo'n normaal EEG, normale hersenactiviteit, over verschillende afleidingen van voor naar achter over de schedel. En dit is wat we noemen een iso-elektrisch EEG. Degene die goed kijken kan zeggen, ja, het is toch niet iso-elektrisch en dat klopt ook. Bij dit onderzoek is de versterking zo sterk opgedraaid om op zoek naar enige hersenactiviteit, dat we enkel nog de hartactiviteit nemen. Dus misschien geen hersenactiviteit, maar ook een QRS-complex, de hoogte van de schedel. Dit is een voorbeeld van een cerebrale klassieke angiografie. Daarbij wordt in de vier slagaders naar de hersenen een contrastvloeistof ingespoten. Dit is een normaal onderzoek, je ziet duidelijk het intreden van contrastvloeistof in het hersenweefsel. Dit is het onderzoek bij een hersenbloede patiënt. We zien een spotbeeld, de brandstof gaat niet verder vanwege de hoogte. Dat is een redelijk invasief onderzoek, redelijk tijdrovend. Vandaar dat we tegenwoordig vaker met een angiografische CT werken. Dit is voor normaal onderzoek. De pijlen wijzen hier naar bloedvaten met contrastvloeistof. Normaal beeld dus. Dit is het beeld bij patiënten die compatibel met hersenbloed, geen bloedvaten die aankleuren, maar wel nog hier. En dat is een beetje om het onderzoek te valideren, wel aankleuring van de bloedvaten duin en schedel. En dan raakt die bloed natuurlijk niet mis. Een overzicht van de anatomie van de hersenstam, met de kernen van verschillende craniale zenuwen. Ik ga daar niet in detail op ingaan, ik heb eigenlijk de voornaamste. Zenuwreflexen al aangetoond. Maar om maar te zeggen dat we met die verschillende zenuwreflexen van boven naar onder, van crania naar caudaal, eigenlijk affunctioneren of de volledig affunctioneel zijn van de hersenstam kunnen aantonen. En ook het ademhalingscentrum.
dat zien we hier weergegeven, de verschillende ademhalingscentra in de hersenstam. Dat moet volledig afunctioneel zijn en dat tonen we dus aan met de ademhalingstest. In de praktijk gebruiken we daarvoor een formulier. Onder de vorm van een checklist eigenlijk, om die diagnose zo uniform mogelijk en ook zo gestandardiseerd mogelijk te laten lopen. We sluiten de verstorende factoren uit. We bevestigen een diep coma. We gaan alle hersenstamreflexen na. Nou, tenslotte voeren we de apneetest uit. Ook hier weer een aantal voorwaarden om die te kunnen uitvoeren. Eigenlijk dezelfde om heel het klinisch onderzoek te kunnen doen. En er mag geen instabiliteit zijn van de hemodynamiek, de normale temperatuur. En we vertrekken ook graag als we die test uitvoeren met een normale pH. Er mogen natuurlijk geen spierverslappers circuleren. De patiënt mag niet gesedeerd zijn en hij mag ook geen boog, geen cervicaal ruggenmergletsel hebben, omdat hij dan per definitie niet kan halen. Hoe voeren we die test uit? We zetten de patiënt op 100% zuurstof om wat extra marge te hebben, extra veiligheid. En dan stoppen we de ventilatie gedurende 5 à 10 minuten. Dan controleren we via bloedgasanalyse de druk van de CO2 in het bloed. En als die druk met 20 mm kwik is gestegen, dan hebben we eigenlijk de maximale stimulatie uitgevoerd van het ademhalingscentrum. En dan kunnen we zien of daar enige inspanning is bij de patiënt om te ademen. Als die apneetest positief is, dat is het einde van het onderzoek voor de derde arts, dan is de patiënt per definitie hersendood en dan is hij dus ook overleden. Hier staat dan nog eens schematisch weergegeven. Dat komt van een website die ik u ook kan aanbevelen als u daar wat meer over wilt weten, overleven door weer. Is de patiënt hersendood? Ja, wat dan? Dan zitten we met een slecht nieuwsgesprek dat we op een heel delicate manier moeten gaan voeren met de familie. Heel dikwijls is die patiënt al een aantal dagen, soms weken opgenomen op de intensieve zorgafdeling. En dan is die familie al wat kunnen groeien. In het slechte nieuws eigenlijk, dan voelen ze de dikwijls al wel een beetje aangekomen. Maar soms ook gaat de evolutie zo slecht en zo snel, dat eigenlijk enkele uren na opname al duidelijk is dat de patiënt niet gaat halen. En dan moeten we eigenlijk zowel het slechte nieuws brengen als en de familie laten vallen, als op hetzelfde moment of iets later vragen aan de familie om hun hart open te stellen. Dat wordt eigenlijk een positief verhaal dat ook mogelijk is. Namelijk de kans om te kunnen bieden met het orgaan van hun familie. Het alternatief is dat de therapie, die dan eigenlijk geen therapie meer is, hè, dat die dan wordt stopgezet, dus de ventilator wordt stopgezet. En dan komt de patiënt ook kandidaat te overleven. Ja, dat is eigenlijk een beetje de take-home message van nu. Zo'n gesprek dat is een heel stuk gemakkelijker, als het ooit gemakkelijk kan worden natuurlijk, als de familie al een klein beetje op de hoogte is van het concept van hersendood, als we zonder iemand hebben in de familie een orgaan getransplanteerd heeft. Dus ik zou zeggen, spreek over thuis met je familie, met je dierbaren. En als je wil, laat je positief registreren, dan is het voor iedereen. Ik hoop dat allemaal duidelijk is. Dus 519 dagen wachten op een nieuw leven. Ik zal mezelf eerst kort voorstellen. Ik ben Jolien, ik ben 27 jaar. Ik ben afgestudeerd als juwelier, goudsmid en juweelontwerpster. Ik badminton graag en ik wandel graag. Ik ben de trotse meter van een schattig metekind Arnoud. Ik ben mucopatiënte. En mijn beide broers hebben ook muco. En sinds 13 april van dit jaar
ben ik de eigenares van een nieuw paar longen. Wat is muco? Aangezien dat ik het hier nog een half uur mag uitleggen, mogen jullie ook iets zeggen. Dus wie weet er wat muco is van de studenten? Niet van mijn familie, liefst. Ja? De thaislijmziekte? Ja, thaislijmziekte. Ja, weet nog iemand er iets meer over? Moet niet bang zijn. Ja, zeg maar. Ja, genetisch. Dus de thaislijmziekte, dat is de meest voorkomende erfelijke ziekte. Erfelijk in de zin van, mijn ouders hebben allebei het mucogen. Dus 1 op 20 Vlamingen of Belgen heeft het mucogen. Het is niet omdat je het gen hebt, dat je de ziekte hebt. Dus als uw beide ouders het mucogen hebben, dan hebben ze 1 op 4 kans op een mucokindje. Dus mijn ouders hebben echt wel heel veel pech gehad met 3 mucokinderen. Slijm blokkeert de ademhaling, maar ook de spijsvertering. Dus de ademhaling, de longen, de luchtwegen, maar ook de neus. Dat slijm dat zorgt ervoor dat je elke dag bij de kine moet, dat je heel veel medicatie moet nemen, dat je regelmatig longinfecties hebt, maar ook longontstekingen. De spijsvertering, we hebben ook een probleem met onze pancreas. Onze pancreas werkt niet goed. Wat doet je pancreas? Die zorgt ervoor dat je je vetten opneemt en dat je je eten goed verteert. Dat werkt bij ons niet zo goed, waardoor wij altijd pancreas-enzymenpilletjes moeten innemen voor elke maaltijd dat wij eten, zodat we toch onze vetten kunnen opnemen. Dus mucopatiënten heel vaak gaan die niet heel dik worden, gewoon omdat wij ons vetten niet goed opnemen. Ook qua dieet. Vele vrouwen gaan hier jaloers op zijn, maar bij ons was dat zo calorie mogelijk eten. Dus McDonald's, frietjes, allemaal keigoed voor ons. Dus dat is in het kort wat muco is. Opgroeien met muco. Bij mij was dat eigenlijk heel vanzelfsprekend dat ik ziek was. Ik heb nooit anders geweten. Ik heb dat ook altijd gezien bij mijn broers, dat zij pilletjes moesten nemen, dat zij bij de kine gingen, dat zij opgenomen werden in het ziekenhuis. Dus je leert daarmee leven, je groeit daarmee op. Ik ben ook altijd naar school kunnen gaan. Ik heb ook altijd in de gyro gezeten. Ik ben leidster geweest. Ik kon misschien niet zo snel lopen als de rest, maar ja, wie niet snel moet zijn, moet slim zijn zeker. Ik ben ook op Rome-reis geweest, in het middelbaar. Wat wel was, ik ging om de 3 maanden naar het ziekenhuis voor een antibiotica-kuur. Dus ik ben altijd vrij stabiel geweest. Zowel tijdens de lagere school als de middelbare school. Maar om die 3 maanden had ik echt wel nood aan een antibiotica-kuur in het ziekenhuis. Dat was dan echt een intraveneuze antibiotica-kuur. Wat ook wel was, was... mijn dagen zagen er wel heel anders uit dan een normaal kind of een normale jongere. Ik moest elke dag bij de kine, minstens een half uur dat de kine bij ons thuis kwam. Maar dan moest ik ook zelf nog ademhalingsoefeningen doen voor al die slijmen op te hoesten. Dan verschillende aerosols, puffers, goed eten, dus extra voedingen innemen. Dus uw dag, alleen je zit daar wel altijd 2-3 uur per dag mee bezig, met die therapie alleen. Voor de rest. Dan is het al 2010, dus een vrij normale jeugd gehad, wel vaak in het ziekenhuis geweest. Dan was het 2010. Heb ik de pech gehad voor de Mexicaanse griep te krijgen. Daar ben ik niet zo goed van geweest. En dan ook nog eens met een appendix die aan dat protesteerde en dat ik heb laten wegnemen. En toen ben ik veel achteruit gegaan. Dan hebben de professoren gezien dat ik een heel uitgesproken plek had op mijn longen, die ervoor zorgden dat ik de ene infectie na de andere had. Dus het was niet meer om de 3 maanden 2 weken in het ziekenhuis, maar het was 2 weken in het ziekenhuis, 2 weken thuis, 2 weken in het ziekenhuis. Ja, dat was om een duur niet meer te doen. Dan heeft mijn professor met mij gesproken en zij stelde voor om een stuk van mijn long te laten wegnemen. Dus dan heb ik mijn rechterbovenkwab en een stuk van mijn middenkwab laten wegnemen door professor Van Raamdonk. Dat is ook de chirurg die de longtransplantaties uitvoert. Mijn professor van toen heeft gezegd van ja, ik zou dat niet laten doen door een chirurg of zo dat ik niet goed ken. Ik wil dat professor Van Raamdonk dat doet, want dat is een man met gouden handen.
Dus dan was ik er wel gerust in dat dat allemaal goed ging komen. Dan in 2010 heb ik dan die operatie ondergaan. Heb ik ook wel een half jaar van moeten revalideren. Ook op intensieve gelegen, nog lang in het ziekenhuis, 6 weken of zo. Daarna heel hard afgezien, want ja, ik zat nog met mijn oude longen. Dus na een operatie, je kunt je eigen dat voorstellen, als je geopereerd bent, als je moet hoesten, dat is heel pijnlijk. Wat moest ik doen? Ik moest al mijn slijmen nog ophoesten van die oude longen die ik nog had. Dus dat was een heel pijnlijke ervaring. Maar dat is allemaal goed gekomen, na veel revalideren ook. Maar dan in 2010, na een half jaar ongeveer, was alles dan terug goed en ben ik dan ook terug verder kunnen studeren. En was ik terug stabiel eigenlijk. Dus terug stabiel, terug om die 3 maanden wel een antibiotica-kuur. Maar in tussentijd kon ik wel doen wat ik wou. Kon ik naar de gyro gaan, les volgen en zo verder. Dan was het 2015. Dan is het moment gekomen dat onze Jordi, mijn oudste broer, op de wachtlijst is komen staan voor zijn longtransplantatie. Dus ik heb 2 broers, Jeroen en Jordi. Jordi is ook al getransplanteerd en Jeroen niet. Die voelt zijn eigen momenteel nog heel goed. Dus dat is ook, allee, daar is nog volledig geen sprake van. Jordi is dan op 2015 op de wachtlijst gezet, begin van januari. Dat was heel spannend en heel moeilijk en je weet niet wat je moet verwachten. Want dat was ook de eerste bij ons in de familie dat nieuwe longen ging krijgen. Dus ja, dat was eigenlijk heel raar. Ik vond het veel moeilijker ook dat hij op de wachtlijst stond dan van mezelf. Want van mezelf had ik zo, ja, dan heb je dat precies meer in de hand. En daar kon ik niks doen. Dus dat was ook wel frustrerend. Na een kleine 8 maanden wachten, was er dan eindelijk een telefoon op 24 juli 2015. Het was ook rond 6 uur 's avonds of zo. Ik heb een half jaar lang constant met een telefoon bij gehad. Ik had juist mijn telefoon niet bij, als mama ook niet. We zaten wel gewoon bij de buren, maar ja, dat wil dan ook lukken. Gelukkig had mijn andere broer wel zijn telefoon bij. En ja, hebben ze gezegd dat er nieuwe longen waren. Volle vaart naar het ziekenhuis geweest. De transplantatie zelf bij Jordi is eigenlijk heel vlot verlopen, de operatie. Nadien heeft hij wel wat complicaties gehad, maar daar ga ik nu niet te veel op uitweiden. En na 1 maand was hij terug thuis en dan kon zijn revalidatie beginnen. Dan, september 2015. Dus eigenlijk maar kort nadat onze Jordi getransplanteerd is, is er bij mij voor de eerste keer sprake gekomen dat het met mij niet zo goed ging en dat ik toch ook eens moest nadenken over een transplantatie. Dat was wel een beetje verschieten, zeker omdat het dan zo snel was naast Jordi. Maar ja, aan de andere kant heb je ook niet veel andere opties. Ik merkte zelf ook dat ik echt achteruit ging, dat ik niet meer veel kon, dat ik steeds meer moest hoesten, steeds vaker antibiotica krijgen. Ik begon ook resistent te worden tegen bepaalde antibiotica, dus veel antibiotica's werkten niet meer. Dus het was altijd zoeken van wat werkt er nog en wat niet. Dus dan heb ik de testen laten doen voordat je in aanmerking komt voor een longtransplantatie. Want ze moeten zeker weten dat je lichaam dat aan kan, dat je hart dat aan kan, je nieren, je lever. Ze keren je helemaal binnenstebuiten. Ook je ogen bekijken ze. Je mag natuurlijk niet roken als je nieuwe longen wilt ontvangen. Ik denk dat je minstens 6 maanden gestopt moet zijn. Maar dat was bij mij geen enkel probleem. En ook mentaal moet je dat wel aankunnen. Je moet ook laten zien dat je wel therapie trouw bent. Want na de transplantatie is dat ook heel belangrijk dat je therapie trouw blijft. En dat je je medicatie heel stipt inneemt. Dan bij die onderzoeken is dan ook gebleken, doordat ik dat stuk long heb laten wegnemen, dat wel een bijkomstige moeilijkheid is voor een eventuele longtransplantatie. Doordat ze dat stuk long hebben weggenomen, zit je daarmee natuurlijk heel veel littekenweefsel. Dat maakt dan een transplantatie wat moeilijker. Ze moeten ook zien dat ze plaats genoeg hebben voor een volledige long erin te steken. Je organen zijn ook wat opgeschoven doordat er wat meer plaats was.
Dus dat hebben ze ook wel goed moeten onderzoeken, is dat mogelijk? En dan hebben ze gezegd, ja, we weten het niet, we moeten het zien terwijl dat we bezig zijn, of dat we er een volledige long gaan inkrijgen, of dat we terug een stuk van de nieuwe long eraf moeten nemen. Maar uiteindelijk was ik dan goedgekeurd en hebben ze beslist dat ik de longtransplantatie wel zou aankunnen. En dan 12 november 2015 heb ik dan een telefoontje gekregen van Leuven dat ik vanaf die dag op de wachtlijst stond. Dan volgde er ook nog een gesprek met de transplantatiecoördinator die dan wat meer uitleg gaf over het wachten, de duur van de wachtlijst, de gemiddelde duur. Was 6 tot 8 maanden, hadden ze gezegd. Dat is bij mij dus wel wat langer geworden. Ook doordat ik met de moeilijkheid van dat stukje long dat ze hebben weggenomen, dat ze zeker geen te grote longen moesten zoeken voor mij. Dus je moet ook voorstellen, longen van een man van 100 kilo, die gaan niet in mijn torso passen. Dus ze hadden wel liefst longen van een jonger persoon en ook iemand dat niet te groot en niet te breed is. Daarmee dat ik ook zo lang heb gewacht. Ook omdat ze echt wel van iemand dat jonger was, longen wouden. Dan de coördinator legde dan ook uit, je moet dan constant bereikbaar zijn. Ze bellen eigenlijk een kwartier lang naar u. Of naar 3 personen dat je nog hebt opgegeven die ook bereikbaar zijn. Ook een misvatting is dat je dan nuchter moet zijn voor de operatie. Ja, dat kan niet. Hè. Je weet niet wanneer ze gaan bellen, dus je kunt nooit nuchter zijn. Ook alcohol mocht ik blijven drinken, met mate natuurlijk. Ja, je kunt daar ook niet weer totaal aankomen als je zo'n operatie hebt. Spreekt ook alleen voor zich. Hè. Maar ik mocht nog gerust een glaasje cava drinken. Je moest dan binnen de 2 uur in Gasthuisberg zijn. Dus want ik dacht ook van ja, op reis gaan of zo. Ja, zolang je binnen de 2 uur in Gasthuisberg bent, is dat oké. En dan. Ja, de coördinator die legt ook van alles uit van hoe de operatie verloopt, hoe het herstel verloopt. Dus ze bereiden nu echt wel goed voor op zo'n longtransplantatie. Je krijgt een hele bundel mee dat je ze rustig kunt. Kunt doorlezen met alle nodige informatie dat je moet weten. Maar het voordeel was, ik heb het allemaal al gezien bij Jordi, dus ik wist eigenlijk al heel veel en ik had ook een idee van hoe dat allemaal ging verlopen. Dan wachten. Wat doe je als je moet wachten? Ik probeerde mijn eigen altijd nog te genieten van de kleine dingen. Om een duur was het zo slecht dat stappen. Dat ging wel, maar van zodra ik ver moest stappen, moest ik heel veel hoesten. En van dat hoesten moest ik overgeven, waardoor ik ook geen voeding meer kon binnenhouden. En dan heb ik toch de stap gezet voor een rolstoel te gaan halen. In het begin had ik het daar wel moeilijk mee, want niemand zit graag in een rolstoel. Hè, maar dat was de enige manier voor mij om nog buiten te komen. En je ziet, ik ben nog naar de CNL kunnen gaan. Op het strand rijden, dat was toch iets moeilijker dan verwacht, maar het ging toch. En dan heb ik ook heel vaak in het ziekenhuis gelegen. Maar gelukkig kwam mijn metekindje mij dan bezoeken. En dan voelde ik mij direct veel beter. Ik kreeg dan ook voeding bij, TPM-voeding, via een infuus. Omdat ik echt mijn eten niet meer kon binnenkomen. Ik werd magerder en magerder. En ook hoeveelste minder gewicht dat je hebt, hoeveelste meer kans dat je hebt op complicaties na de transplantatie. Ook hoe zwakker dat je bent, ja, dat is altijd minder goed. Hè. En op het einde was ik echt wel heel zwak. Maar het wil ook niet zeggen dat je heel zwak bent, dat je een slechter herstel hebt. Want mijn broer was eigenlijk veel beter dan mij voor mijn transplantatie. Ik was veel zwakker. Maar hij heeft toch ook een moeilijker herstel gehad dan mij. Dus ook iedereen is verschillend. Hè? Bij iedereen loopt zo'n operatie ook anders. En bij de ene ga je het herstel wat vlotter dan bij de andere. Dat is allemaal verschillend. Dan op het einde van het wachten was het zo slecht dat ik de trap niet meer op kon. Dus hebben we een bed gezet in de living. Ik had dan ook zuurstof en ik gebruikte ook mijn bibab constant. Ik weet niet of je weet wat een bibab is, maar dat is iets dat je op je neus zet. En dat blaast lucht. Als ik inadem, blaasde dat extra lucht in mijn longen, zodat ik niet zoveel moeite meer moest doen om te ademen. Laat ik ook constant op. En dan ga ik in mijn bed in de living. En dan probeerden we nog zo vaak mogelijk te gaan wandelen met de rolstoel.
en af en toe te genieten van het leven. Tijdens het wachten heb je natuurlijk ook heel veel tijd om na te denken. En ik was dan zo aan het nadenken en dacht, oh, wat vond ik nu het vervelendste bij ons Jorni met zijn transplantatie? En dat was, ik vond dat zo erg dat je daar 8 uur zit te wachten en je weet niet wat doen. We hadden ook geen stokkaarten bij af toen, dus ik dacht, oh, ik moet iets doen voor mijn familie. En toen heb ik een boekje gemaakt. En ik had dat in een doos gestoken met een paar blokken kaarten, wat chocotofs, druivensuiker. Maar die chocotofs hebben er dan 1 jaar en 5 maanden in gezeten, dus die hebben ze niet meer kunnen opeten. Maar ja, het was het gebaar dat telde. Ik had daar een boekje gemaakt, met een handleiding. Ja, we hebben daar allemaal in geschreven. De start van het wachten. En dan had ik voor iedereen apart een tekstje gemaakt, voor als mama, mijn broers, de familie, mijn metekindje. Ik heb er foto's in geplakt, ik dacht, die moeten hun eigen kunnen bezighouden met wachten. Ik heb er ook een envelopje in gestoken. Ik dacht, dan kunnen ze eens op mijn kosten gaan eten. Dus, als je wachten hebt, als je moet wachten, dan heb je heel veel tijd om daarover na te denken en om zoiets te doen. Nu, ik had dat al in januari klaar. Dus na 3 maanden was ik daar al mee klaar, maar dan heb ik nog 1 jaar en 2 maanden moeten wachten. Dus ik was goed voorbereid. Ik had dan ook een boekje gemaakt met al de personen dat ik moest verwittigen. Dus ik dacht, als ik dan die telefoon krijg, dat ik echt voorbereid ben en dat ik direct mijn boekje kan pakken en kan beginnen bellen. En dan ook, af en toe denk je wel eens van, oei, ja, wat als de longen toch te laat komen of er loopt iets mis, kan altijd. Heb ik ook een boekje gemaakt, dacht voor het geval dat er iets misging. Maar dan ben ik daar 5 minuten mee bezig geweest en had ik zoiets van, ja, ik moet er eigenlijk toch van uitgaan dat ik dat niet ga nodig hebben. Dus ik heb daar echt maar 5 zinnen in geschreven, maar ik dacht, dan heb ik toch iets, mocht het misgaan. Maar echt wel met in mijn achterhoofd van, ja, dat gaat niet nodig zijn. Maar omdat ik toch op alles wel voorbereid ben. Wachten, dat duurde echt heel lang. Het was om een duur zo erg dat ik mijn gsm echt overal mee naartoe nam, zelfs op toilet en zo. Dat je echt ook, dat is ook misschien nog wel eens interessant, ze bellen met een onbekende nummer. Dus elke keer als er een onbekende nummer naar mij belde, hè, en dat was aan Telenet of zo, ja, dan staat je hart even stil. En dan uiteindelijk, 12 april 2017, om 17:30 s'avonds. Dat moment vergeet ik ook nooit meer. Ik zat in de zetel en Jeroen had juist het water opgezet voor de spaghetti. En ik kreeg telefoon van een onbekende nummer en ja, je voelde dat gewoon direct van ja, dit is het. Dat is mijn professor dat belde en hij zei, ja Jolien, er zijn nieuwe longen. Ja, ik was eigenlijk heel blij en ook opgelucht en ik dacht echt, eindelijk. Dan heb ik direct gevraagd of dat goede longen waren en hij zei, ja, ze zien er heel goed uit. En wie dat de chirurg was. Want in Gastelsberg heb je eigenlijk een team van 6 chirurgen en die werken telkens per 2. En ik had graag natuurlijk dat professor Van Raamdonk, ook wel bekend van het programma Topdokters, ik had graag dat hij mij transplanteerde, omdat dat toch echt de beste is. Allee, ik vind dat persoonlijk, ik weet niet of dat echt waar is, maar naar mijn gevoel, ook omdat hij dat stuk longen had weggenomen, had ik daar toch een beter gevoel bij dat hij het zou doen dan een andere chirurg. En dat was dan ook. Dus om 17:30 hebben ze gebeld en dan vroeg ik van ja, wanneer moet ik dan in het ziekenhuis zijn? Ja, tegen 8 uur. Dus dat was nog vrij snel. Als je van Turnhout naar Leuven moet rijden, moet je toch zeker 1 uur rekenen. Dus ben ik direct iedereen beginnen opbellen. Van mijn boekje, ook mijn metekindje. Die zaten dan nog in Merksas, maar ik wou hem nog graag zien. Dus die zijn ze dan ook komen brengen, dat ik die nog even kon zien. Dat zie je hier. Dat was echt de laatste foto. Van met mijn oude longen. En toen had ik het wel moeilijk. Ik was eigenlijk heel zen en heel rustig. Ook omdat ik alles zo goed geregeld had. Maar toen brak mijn hart toch wel een beetje. Ik heb dan iedereen zelf ook opgebeld. Wat ik ook wel straf van. Ik heb ook niet moeten wenen of zo. Ik was er gewoon echt helemaal klaar voor. En ik was er ook gerust in. En ja, ik wou ook dat mijn familie niet bezorgd was, dus ik dacht, ik moet sterk blijven voor hen. En dan zijn we naar het ziekenhuis gereden en dat was echt de scène van een film. Ja, dat kun je eigenlijk niet voorstellen. Dus om 18:30 zijn we dan vertrokken. Ik dacht, ja, dan hebben we nog 1,5 uur. Ik had ook wel wat tijd nodig, want ik wou onze papa en zo ook nog zien.
Mijn broer moest dan ook nog komen. Dus om 6:30 zijn we dan vertrokken in een auto. En we vertrekken vanuit Zevendonk. Als je naar Leuven rijdt, rijden we meestal via Kasterlee, Geel en verder. In Kasterlee is er een tunnel. Dat weten de meesten van jullie wel. Daar is nooit file. Dus daar altijd heel rustig. Ja, we rijden naar die tunnel. We zijn bijna in een tunnel en het staat daar gewoon dicht. Echt dicht. We hebben daar 10 minuten stilgestaan, maar ja, allee, die 10 minuten, dat leek een eeuwigheid. Dus om een uur was het al wat hectisch in een auto. En dan zei mijn broer, ik wil de politie voor een escorte. Want dat hebben ze ook effectief gezegd, als je niet op tijd in het ziekenhuis geraakt of je staat in de file of zo, mogen de politie bellen voor een escorte. Dus ja, dat is heel zelden dat dat gebeurt, maar wij moesten het dus wel gebruiken, dus wij de politie gebeld. Die zijn dan gekomen en die hebben ons geëscorteerd. Ik ga even het filmpje, want ik moest het natuurlijk filmen. Van mijn broers, voor aan de maten te laten zien. Dus tegen 160 per uur zijn we naar Leuven gereden. Ja. Dus we hebben daar ook nog mee kunnen lachen op die moment zelf. Dat was zo'n situatie dat je echt denkt van, allee, wie maakt dat nu mee? Maar... ja. We hadden ook wel schrik achteraf voor verkeersboetes. En effectief, een week of 2 weken later zat er een kaartje in de bus van de politie. Ik heb het nu niet bij, maar ja, we dachten, ja, dat is een verkeersboete. Maar het was niet, het was van de agenten zelf een beterschapskaartje. Dus dat was wel echt kei lief. We zijn achteraf ook nog een kaartje naar het politiebureau gaan brengen voor die mensen te bedanken. En we hebben geen één verkeersboete gehad. Dus. Dan waren we om 7:55, dus juist op tijd, op de spoed. Want je moet via de spoed binnengaan voor de operatie. Dus we hadden nog 5 minuten over. En dan begonnen de voorbereidingen voor de operatie. Eerst op de spoed nemen ze nog een foto van de longen. Ja, voor te kijken of alles nog goed is, zeker. Dan worden we gebracht naar de gang waar je achteraf komt te liggen en daar bereiden ze je voor op de operatie. Ze nemen nog eens bloed, ze kijken naar de infectiewaarde. Je krijgt ook nog een paar spuitjes, voor wat dat die allemaal dienen, dat weet ik niet. Je wordt volledig gewassen, geschoren. Je hartfuncties kijken ze nog eens na, of dat allemaal stabiel is. Ja, dan kon ik nog eens afscheid nemen van de familie. Voordat je gewassen wordt, want nadat je gewassen wordt, moet je die ook niet meer aanraken. Dus, en dan hebben ze mij naar... om 8:00 zijn we daar aangekomen en ik denk rond 11:30 dat ze mij naar het operatiekwartier hebben gebracht. En dan kon de echte transplantatie zelf beginnen. Dus hebben we dat naar de zaal gebracht en daar heb ik dan de chirurg ook nog even gezien. Had ik nog een mopje gemaakt van ja, ik hoop dat je niet te veel werk met mij gaat hebben. Achteraf gebleken is dat hij wel heel veel werk met mij heeft gehad. Dus heb ik achteraf nog hem bedankt voor zijn goede werk. Dan de longtransplantatie zelf. Wat ze doen, ze halen eigenlijk eerst de slechtste long eruit. En ik zal eerst zeggen, ze snijden hier. Dus eigenlijk onder je borsten maken ze een snede tot hier en ze zetten eigenlijk je ribben zo open. Achteraf gezien heb je wel veel pijn aangezien dat ze je helemaal hebben opengehaald, maar je hebt dus 2 sneden. Ze halen eerst de slechtste long eruit, steken ze een nieuwe long erin. Dat heeft bij mij 8 uur geduurd voor de eerste long. Normaal gezien duurt een longtransplantatie gemiddeld 8 uur, maar bij mij heeft dat 1 stuk heel veel tijd genomen. Dat hebben we toch per se een volledige long in krijgen, dat is ook gelukt. Mij heeft dan heel veel littekenweefsel moeten wegnemen, heeft daar echt zo'n tijd voor genomen, maar dat is heel goed gelukt. En dan de tweede long, ja, die zat er tussen de 2 en de 4 uur zeker in. Ik weet niet hoe lang dat nog, niet zo lang, hè? 4 uur? 4 uur heeft dat nog geduurd, ongeveer. Dus dat was dan om 12:00 s'nachts dat ik in de operatiezaal zat. Om 8:00 s'morgens zat dan de eerste long erin en rond 12:00 s'middags zat de tweede long erin. En dan ben ik naar intensieve zorgen gebracht. Dan is mijn mama en mijn tante mij direct komen bezoeken en hier weet ik dus niks meer van. Dat zie je ook. Je hangt aan de beademing, er hangen heel veel
draden aan u, maar echt heel veel. Ik had 6 dreins, dat zie je daar van onder, die het vocht van de longen wegzuigen. En die zaten hier ook nog onder. Dat is ook geen aanrader als je ooit dreins moet hebben, dat is niet zo aangenaam. Je ziet heel veel medicatie, pijnmedicatie, antibiotica, ook tegen de afstoting direct. Je krijgt keiveel cortisone direct, je immuunsysteem wordt volledig lamgelegd. Ook omdat je je lichaam moet wijsmaken. Je moet je lichaam eigenlijk misleiden. Dat die longen niet van iemand anders zijn, maar dat die van u zijn. Hè. Dus. En dan 24 uur later was ik al wakker. Hoe straf is dat? Dat had niemand gedacht. Maar ik was echt vrij snel wakker en ik weet nog dat ik wakker word en dat de beademing nog aan mij ging. En dat ik direct zoiets had van, druk dat er maar uit, dat is niet meer nodig. En dan weet ik ook nog dat de verpleegster aan het bellen was met Samma en dat hij zei, ja, met Simba is alles goed. Hè. Simba is mijn kat en dat ik al mijn duim kon opsteken. En dan deed ik teken van, trek dat er maar uit. En ik was heel rustig, hebben ze dat er eigenlijk heel vlot de beademing kunnen uittrekken. En dan het eerste wat ik zei was, geef mij een telefoon, want ik moet mijn broer bellen. Want ik weet, hij heeft dat meegemaakt, hij weet wat dat is en die was gewoon super bezorgd. Dus ik had zoiets, ik moet je direct bellen om die rug gerust te stellen. Dus ja, ze gaven dan direct een telefoon en ik wist die een telefoon maar nog. En ik kwam dan bellen en ik zei, hey Jordi, ik zeg, alles is goed met mij. Dat is het enige wat ik wou zeggen, je moet je geen zorgen meer maken. Toen zei hij, oké, blij en fier. Ik zeg, ja, bel jij maar naar de rest, want ik ben nog veel te moe en ik kon nog niet veel zeggen en zo. Dus ik leg op. Ja, als mama was toen juist onderweg naar mij in het ziekenhuis. Dus als Jordi belt, al wenend naar als mama, maar ja, als mama. Dus die belt zo echt van mama. Mama, als Jolien. Als Jolien is al wakker. Nou ja, die draagt stond natuurlijk stil. En dan was hij natuurlijk ook heel blij dat ze al op bezoek konden komen. En dat ik er al redelijk oké uitzag. Ah ja. En dan ook op intensieve. Je ligt heel. Dat wil ik nog even zeggen. Je ligt heel oncomfortabel. Hè. Je ligt met al die draden en zo aan u. Ik heb dan wel heel veel hulp gehad aan de verpleging die echt heel vaak vroegen van leden wel goed. Ik had ook heel veel last van mijn rug en zo. Die echt wel de moeite namen om al de kussens te leggen zoals ik ze wou. Ook al hadden die een kwartier bezig geweest met al die kussens goed te leggen en ik lag eigenlijk nog niet goed, maar ik durf dat dan niet zeggen. Dan zagen die ook van ja, je ligt nog niet goed. Ik zeg ja, nee. Dat is een heel gedoe altijd, maar die hebben echt wel heel goed voor mij gezorgd. Ook op intensieve hebben ze zelfs mijn haren al gewassen in mijn bed. Waar ik ook wel heel blij mee was, omdat je dan toch iets beter voelt. En dan op intensief heb ik in totaal 3 dagen gelegen. Ik mocht eigenlijk al vroeger naar medium care, maar er was geen plaats. Dus dan op medium care aangekomen, ging alles eigenlijk vrij vlot. Medium care, het eerste wat ze zei tegen mij, en dat vond ik eigenlijk wel spijtig, was ja, de meeste mensen zijn hier niet graag op medium care. En ik had zoiets van, hoe, waarom niet? Ja, omdat wij altijd de mensen op een stoel moeten zetten en de meesten hebben dat niet graag pas na een operatie. Maar ik vond dat een beetje een foute instelling om te zeggen van ja, de meeste mensen zijn hier niet graag. Maar uiteindelijk waren dat ook goede verpleging. Heb ik daar ook voor de eerste keer kunnen rechtstaan, samen met de kiné. En daar ben ik dan ook maar 4 dagen gebleven tot er plaats was op een gewone kamer. Dus na een week was ik al terug op een gewone kamer. Wat ook echt wel heel snel is. Dus op de gewone kamer. Daar kon ik dan ook meer bezoek krijgen. Want ja, de bezoekuren op intensieve en medium care zijn heel beperkt. En ik wou toen ook echt niemand anders zien dan echt de korte familie. Omdat ja, je ligt daar in een schouwkleedje. En ja, je voelt je ook heel oncomfortabel. En ja, je hebt natuurlijk ook nog pijn en zo. Hè. Dus ik was heel blij dat ik naar een gewone kamer mocht. Daar kon ik dan ook echt beginnen met stappen. Oefeningsjes doen aan bed met de kiné, de eerste keer op de gang wandelen. Nu, dat duurde ook wel een week of zo voordat ik echt kon stappen. Hè. Dus dat is niet van een ene dag op de andere dag, dat was echt stapje voor stapje. Ook na 2 weken mocht ik dan op die fiets. Ook elke keer mocht er dan een drein meer weg. Mocht er dan een katheter uit mijn nek weg.
kon ik weer een infuus minder krijgen. Ja, dus dat weer altijd stapje voor stapje afgebouwd. Ook op een gewone kamer begonnen ze dan aan te leren welke medicatie ik moest nemen. En dan krijg je een dagboekje mee naar huis, dat je echt heel stipt kunt invullen welke medicatie dat je moet krijgen. Echt voor elke dag, 's morgens en 's avonds, 2 keer per dag. Het is ook de bedoeling dat je medicatie heel stipt neemt. Dus ik neem die 's morgens om 9 uur en 's avonds om 9 uur. Dus echt, ik zet echt een wekker daarvoor af en dat is echt heel belangrijk dat dat echt stipt op dat uur is. Op 5 minuten zal het nu niet schelen, maar ze raden dat echt wel aan om heel stipt daarin te zijn. Ook omdat dat de medicatie is tegen afstotingen. En dat is ook het eerste jaar heel belangrijk en dat blijft heel belangrijk uiteraard. Ze leren dan ook aan over voeding. Ik mag niet meer alles eten wat ik wil, terwijl dat vroeger wel zo was. Ik moet eigenlijk een dieet volgen zoals een zwangere vrouw. Ongeveer. Behalve, ik mag wel alcohol nog drinken. Maar ik mag geen rauw vlees, rauw vis, rauw eieren. Oppassen met rauwe groenten. Schimmelkazen, ook heel slecht. Ja, alles moet gepasteuriseerd zijn. Dus zo weinig mogelijk bacteriën eigenlijk moet je vermijden. Ja, dus ze leren echt wel goed aan wat dat je moet doen als je thuis komt. Je krijgt ook een hele bundel mee. Want in het begin is het ook heel belangrijk om zieke mensen te vermijden. Oppassen met zieke kindjes. Ruimtes met heel veel volk en veel kindjes. Ja, vermijden die eerste 3 maanden. Ook heel veel uitleg over de medicatie en mogelijke bijwerkingen daarvan. Want je moet heel veel medicatie nemen, dus je hebt automatisch veel bijwerkingen. Degene dat ik het vervelendste vind, is van de cortisone, is dat ik een opgezwollen gezicht heb. Ik vind dat je dat nog altijd heel hard ziet. Maar het is al geminderd. Ook als je die foto's nu in het begin ziet, vind ik wel dat heel duidelijk is. Dat je echt een opgezwollen gezicht daarvan krijgt. Ook in het begin had ik heel veel last van mijn benen, maar echt, ik ging echt als een oud bommakken. Maar na 3-4 maanden ongeveer is dat gebeterd. Ook omdat je dan wendt aan die antibiotica. Je lichaam heeft echt wel tijd nodig om te wennen. Wat ik ook heel veel had, was bibberende handen. Ook puur van die antibiotica, maar dat is ook weggegaan na 3-4 maanden. Nu heb ik daar af en toe nog wel eens last van. Ik heb ook eventjes last gehad van opgezwollen voeten. Ook een bijwerking. Een zwarte tong heb ik gehad, heel even. Dat was ook omdat we je mond vaak moeten spoelen en dan in combinatie met een ander medicament dat je daar een zwarte tong van kunt krijgen. Heel raar. Dat was ook wel even verschoten. Maar dat is ook allemaal weg. Alleen nu heb ik daar geen last meer van. En dan ook op de gewone kamer. De verpleging daar, dat was wel heel leuk. Die wassen dan mijn haar. En dan had ik keitoffe stagiaires die mijn haar helemaal hadden ingevlochten en zo. En dat zijn echt de kleine dingen die het wel draaglijk maken. Ook, ik had graag choco op mijn beschuitjes, maar ze gaven dan 6 beschuiten en 1 potje choco, ja. Ik doe normaal 1 potje choco op 1 beschuitje. Dus ja, de verpleging wist dat ook om een duur en dan automatisch dat die al extra chocokjes voor zagen. Ook gelicht op een nieuwe gang. Vroeger, de gang waar ik altijd op lag, is de gang ernaast. En de verpleging van vroeger dan eigenlijk, die kwamen ook keihard aan mijn raam staan en dan wuiven die en dan deed die zo teken. En ja, dat zijn die kleine dingen die het echt, die deugd doen. Dat is wel heel belangrijk. Ja. En ook de kiné dat u aanmoedigt, ook de kiné van vroeger. Zelfs de poetsvrouw van vroeger stond bij mij aan de deur van, hé Jolien, goed bezig. En dan was ik, ja, het zijn die kleine dingen dat het allemaal draaglijk maken. Ik heb dan ook heel veel bezoek gekregen en heel veel kaartjes. Dat zie je daarachter ook op die foto. Dat was nog in het begin, maar op het einde hing echt heel mijn muur van mijn kaartjes van vrienden en familie. Daar ben ik ook wel heel dankbaar voor. Dan was het 6 mei en toen was ik jarig. Ik had gehoopt dat ik dan al naar huis mocht, maar dat was iets te moedig van mij. Dus heb ik mijn verjaardag daar gevierd. En gelukkig mocht Osama eten van thuis meenemen. Dan had ik eindelijk nog eens goede soep en goed eten kunnen eten, want dat is toch niet altijd alles. En ik mocht zelfs een half glas cava drinken.
op mijn verjaardag. En dan 9 mei mocht ik eindelijk naar huis. En ik had dat niet laten weten aan mijn familie en vrienden, want eigenlijk was de bedoeling dat ik pas 10 mei naar huis ging. Maar dan 9 mei kwamen ze zeggen, ja, je mag toch al naar huis. Dus ik ben kei blij. Ik zeg, ja, ik ga niks zeggen tegen iedereen. Hè, en dan kan ik zo langs gaan bij de bom en de bompa als verrassing. Maar ze hadden mij dan toch verrast. En het vervelende was ook, ik was super emotioneel na die transplantatie. Dat is echt precies of je bevallen bent. Ik had dan een paar vriendinnen die pas zwanger waren geweest, die bevallen waren. En ja, ik moest ook bij het minste wenen, maar niet omdat ik mijn eigen niet goed voelde, maar gewoon omdat ik zo gelukkig was. Dus dan kwam de dokter binnen tegen mij en dan zei hij, oh Jolien, je bent goed bezig, alles gaat goed. En dan begon ik een keer te wenen. En dan zei hij, oh wat is er? Ik zeg, ja nee, ik ben gewoon zo gelukkig. Ook heel raar, maar dat is nu ondertussen ook al voorbij. Ja, dan komt het thuis en ik wou dan iedereen verrassen, maar hadden ze mij verrast. Dus alle familie en de vrienden stonden klaar thuis. Dat is ook wel heel leuk. En dan eens thuis kon ik beginnen met mijn revalidatie. Dus in het begin mocht ik nog niet echt veel revalideren, maar na een paar maanden mocht ik dan beginnen revalideren in het ziekenhuis. En dat is echt puur voor je benen, je armspieren. Ja, als je lang hebt platgelegen, dat smelt als sneeuw voor de zon. Hè. Je spieren, dat is echt weg. Dat is echt, ik had niet verwacht dat dat zo snel ging gaan. En dan kon ik beginnen met de revalidatie, dat stapje voor stapje. En ik doe dat nu nog altijd, dus 2 keer in de week. En dat gaat eigenlijk heel vlot. En ik hoop dat nog te doen tot na de winter. In het begin moest ze nog heel vaak op controle gaan in het ziekenhuis. Dus ik was dan wel terug thuis, maar ik moest dan wel 2 keer in de week nog op controle gaan. Ook mocht ik niet met een auto rijden. De eerste 3 maanden na een transplantatie mocht je niet met een auto rijden, omdat je zoveel medicatie hebt, dat je lichaam daar echt aan moet wennen en dat je ja, de controle over je stuur zou kunnen verliezen. Osama had dan ook zorgkrediet genomen. Een maand voor mijn transplantatie, ook omdat zij zag ook dat ik eigenlijk niet meer bekwaam was op het einde om alleen thuis te blijven. En dat kwam eigenlijk juist goed uit, want ze heeft een maand voor mijn transplantatie, heeft zij 3 maanden zorgkrediet genomen. Dus we hebben nog een maand samen thuis gezeten. Dan heb ik een maand ongeveer in het ziekenhuis gelegen. En dan is zij nog een maand na mijn transplantatie ook thuis kunnen zijn om mee te helpen en mee te rijden naar het ziekenhuis. Omdat je echt wel vaak weg bent. Je bent ook constant, alleen een halve dag wel weg. Dus je vertrekt ze morgens vroeg en je bent pas kort na de middag terug thuis. Ze nemen dan ook constant bloed om de spiegels te trekken voor de afstootmedicatie. En dan heb ik ook nog suikerziekte, diabetes bijgekregen, ook met cortisone, die dat allemaal mismaakt. Maar dat is ondertussen ook volledig onder controle, met de suiker. Dus daar mag ik eigenlijk ook niet over klagen. Dus niet met een auto rijden, heel vaak op controle. Beginnen revalideren. En dan natuurlijk drukke plaatsen, zieke mensen vermijden. Wat ik ook moest doen als ik thuis was, was elke dag uw longfunctie meten. Ik heb dat bij. Ik heb zo'n klein draagbare longfunctiemeter. De eerste 3 maanden mogen we dat nog niet doen, omdat als je dan heel hard blaast, kun je nog een klaplong krijgen. Dus pas na 3 maanden dat je je longfunctie kunt meten. En dat is ook de bedoeling dat je dat elke dag blijft doen. Ook omdat dat een van de eerste symptomen is van afstoting. Dus als je ineens 10% minder blaast, dan weet je, oei, er is iets mis. Ook je koorts is de bedoeling dat je dat elke dag meet, omdat dat ook een belangrijk symptoom kan zijn. Dus na de revalidatie had ik zoiets van, ja, ik moet wel wat doelen maken. En dan had ik zoiets, ja, in september is het Zevendonk voor Rumiko. Dat is een sportdag dat wij eigenlijk al vele jaren organiseren. En ik had zoiets, oh, ik zou wel graag de 7 kilometer willen wandelen. Maar ik had eigenlijk nog nooit gedacht dat ik dat ging kunnen, maar ik heb het toch gedaan. Dus ik heb de 7 kilometer in september kunnen wandelen. En dat was echt al vele jaren geleden. Dus dat was eigenlijk het eerste doel dat ik heb kunnen afvinken. En ik heb zo nog wel heel veel doelen en dingen dat ik wil bereiken. Zoals een hele goede meter zijn, uiteraard. Ik zou ook graag nog eens te voet naar Scherpenheuvel wandelen.
En volgend jaar zou ik ook de 7 kilometer willen lopen in plaats van te wandelen. Ik zou nog heel graag heel veel willen reizen. En natuurlijk zoveel mogelijk genieten van de kleine, maar ook van de grote dingen in het leven. Dan een heel belangrijk stukje. Na 4 maanden ongeveer heb ik een brief geschreven aan de familie van mijn donor. Wat weet ik over mijn donor? Niet veel. Ik weet alleen de leeftijd ongeveer. Ik weet ook niet dat het een man of een vrouw is. En ik heb dat bewust eigenlijk dat ik dat niet wil weten. Ik denk dat het van een man is, maar ik weet het niet. Dus dat kan ook niet. Ik heb daar nu ook een ideaalbeeld van en ik wil dat liever ook zo houden. Ik heb dan een brief geschreven en ik dacht al na 1 maand, oh, ik moet die een brief schrijven aan die familie, maar dat ging nog niet. Ik heb daar echt lang over moeten nadenken en van hoe pak ik dat aan en hoe druk ik juist uit wat ik wil zeggen aan die mensen. Want ja, ze hebben wel een heel belangrijke en moedige beslissing genomen op een heel moeilijk tijdstip. Hè. En dus na 4 maanden, ja, ik heb daar heel lang over nagedacht en ineens was die een brief daar en kon ik dat ook heel vlot schrijven. En dan, dat is ook volledig anoniem, hè, dus ik mocht daar ook niet in zeggen, alleen met een naam. Dus dat is heel anoniem. En dan heb ik dat ook gedaan. En de familie van die donor kan ook antwoorden, maar ik heb geen antwoord gehad. Allee, dat hoeft voor mij ook niet. Ik zou dat wel leuk vinden om een brief terug te krijgen. Maar ja. En ook, je staat daar wel heel vaak bij stil. Ik vind het ook belangrijk om daar vaak bij stil te staan en zo te zeggen, ja, bedankt en dat je heel dankbaar bent. En ook die brief, wat ik vooral wil laten weten, is dat het goed met mij gaat en dat ik daar echt zorg voor draag. Dat vond ik wel heel belangrijk. En dan een terugblik. Ja, als ik daar nu op terugkijk, dan ben ik wel heel fier en dankbaar dat dat allemaal zo vlot is verlopen. Ik ben ook heel dankbaar aan de verpleging daar, want die hebben echt het verschil gemaakt. Ook de professoren, de chirurgen, mijn familie, mijn vrienden, die mij echt wel gesteund hebben door dik en dun. En ja, ik kijk daar heel positief op terug. En ik hoop dat dat voor jullie ook interessant is geweest. En dat je toch een iets duidelijker beeld hebt van wat dat allemaal inhoudt. Want het is niet gewoon nieuwe longen heb, je stikt dat erin en het is klaar. Dat blijft ook wel, je bent er nog heel je leven mee bezig. En je moet ook nog altijd vaak medicatie nemen, je hebt altijd bijwerkingen. Er komt veel meer bij kijken dan dat je denkt. Bedankt voor te luisteren. En ik weet niet of er nu al vragen zijn of dat ik nog even iets moet verduidelijken of niet. Of dat het duidelijk was. Was het duidelijk? Je weet wie uiteindelijk getransplanteerd heeft, welke dokter? Professor Van Raamdonk, chirurg van... Ja, ja, ja. Ik wou dat Van Raamdonk... Ja, ik wou dat, maar hij heeft het ook gedaan. Ja, al een geluk. Ja. Ja. Ah ja? Iets vertellen over de prognose, hierna zeg maar. Ah, dus hierna, ja, dat is moeilijk, hè. Dat is ook bij iedereen anders, hè. Dus, hoe zit dat met de gemiddelde verwachting? Ik denk, na 5 jaar is nog 90% ongeveer in leven na een longtransplantatie. Maar ik ben nu ook pas naar een lezing geweest over de 100ste longtransplantatie van Gasthuisberg. En daar, de duizendste. En daar kwam iemand spreken en die had al 26 jaar nieuwe longen. Dat was een van de eerste dames die getransplanteerd was en zij leeft nog altijd, ze doet nog altijd heel goed. Dus dat is ook heel, bij iedereen anders. Het is ook met die afstoting, hè. Dat kan na een half jaar, na 1 jaar, na 10 jaar, na 20 jaar. Dat is heel verschillend en dat is ook heel moeilijk. Maar voorlopig zie ik het rooskleurig in en bekijk ik het van dag tot dag. Goed, allereerst mijn dank aan de organisatie, aan de Saturnauten, aan Thomas Moor, dat ik uitgenodigd ben om hier mijn kant van het verhaal te vertellen. Namelijk de kant van de donorfamilie.
Ik ben dus Lia van Kempen en ik ben in eerste instantie de mama van Kelly, maar ook voorzitter van NAVADO, wat staat voor nabestaanden van donoren. Ik ben eigenlijk moeder van drie dochters. Als men mij op dit moment vraagt hoeveel kinderen heb je, dan zeg ik ook nog altijd drie. Dat zijn er geen twee geworden, want ik blijf drie kinderen hebben. Intussen heb ik zelfs twee kleinkinderen. Maar onze Kelly is dus eind februari van het jaar 2000 bij ons thuis van de trap gevallen. Ze stond bovenaan de trap op de tweede tree. En ze is haar evenwicht verloren. Ze was aan het spelen en niet opgelet en gewoon eigenlijk haar evenwicht verloren. Ze moet dan in één keer naar beneden gevallen zijn, zonder andere treden te raken of zo. En met haar hoofd heel hard op de grond terechtgekomen. Ik hoorde Kelly wenen en ik liep er naartoe. Ik vraag waar ze pijn heeft en ze antwoordt niet. En in eerste instantie word ik eventjes boos van, oh Kelly, als jij niet zegt waar het pijn doet, dan kan ik u niet helpen. Hey, ik ben zo iemand, een hele apotheekkast en altijd alles in huis om wondjes te verzorgen en alles erop en eraan. Maar ze zei niks, dus ja, mijn reactie tegen haar van, kom Kelly, hey, waar doet pijn? Ze begon dan met haar hand in de richting van haar hoofd te gaan, maar zover kwam ze niet. Er volgden dan een paar ongecontroleerde bewegingen en daarna eigenlijk niks meer. Ik zag ook dat haar pupillen groot werden en ze kreeg ook braakneigingen. Dus voor mij was dat zo de symptomen van een hersenschudding. Dus dat is ook in eerste instantie wat ik dacht. Mijn man heeft haar opgepakt en heeft haar op de zetel gelegd. En ik heb dan de overbuurvrouw gebeld. Waarom de overbuurvrouw? Dat was een verpleegster op intensieve zorgen. En dat was het eerste dat die mij opkwam van, die moet komen om te kijken wat er hier aan de hand is. En dat duurt langer om het jullie... Ja? Hoe oud was ze toen? 8 jaar, bijna 9. Ja. Het duurt langer om te vertellen dat ik de overbuurvrouw ging bellen als dat die bij ons stond, want die stond er onmiddellijk. En na een paar kleine testjes zag ze al direct dat het serieus was en dat het zaak was om Kelly zo snel mogelijk in het dichtstbijzijnde ziekenhuis te krijgen. Ik heb dan zelf gereden, want wij wonen nogal afgelegen en een ziekenwagen bellen zou eigenlijk veel te lang geduurd hebben. Dus dat is dan echt verstand op nul en rijden van ons uit. Wij wonen in Zandvliet tegen de Nederlandse grens en wij moesten dan naar Braschaat, naar het ziekenhuis, naar Klina. Dus dat is een, ja, in... Aan een normale snelheid ben je dan 20 minuten onderweg. Ik heb uiteraard veel te hard gereden, maar op zo'n moment moet dat gewoon. Onderweg naar het ziekenhuis werd haar ademhaling dan al steeds zwakker. Tot op een gegeven moment zelfs de buurvrouw zei van, Lia, we moeten stoppen, want ik ga hier en nu iets moeten doen. Maar mee dat ik dan vertraagde met een auto, merkte ze dan dat er nog wel een ademhaling was. En dan zei ze, nee, ze ademt nog, rijd toch maar door. Als ik dat nu vertel, lijkt dat idioot dat je op zo'n moment auto kunt rijden, maar ja, je doet dat gewoon. Hè. In het ziekenhuis aangekomen is dan ook geen tijd verloren gegaan, gezien mijn buurvrouw direct kon brieven wat er aan de hand was. En ze hebben dan Kelly ook direct geïntubeerd. Er moest dan zo vlug mogelijk een scan van haar hersenen gemaakt worden. Maar nog voordat ze het kamertje van de scanner ingingen, kwam de chirurg, de neurochirurg, naar mij en die zei tegen mij, mevrouw, bereid u voor op het ergste, want dit is het ergste wat een mens kan overkomen. Maar op dat moment wilde dat niet geloven. Ik ben in het ziekenhuis in goede handen en ze kunnen zoveel en wat zou er nu met mijn kind gebeuren, dat kon niet. Dus ik heb nog eigenlijk alle hoop dat goed komt. De buurvrouw heeft mijn echtgenoot dan opgebeld, die was uiteraard bij de andere twee kinderen gebleven. En dan is hij ook direct naar het ziekenhuis gekomen. En na het nemen van de scan zijn ze dan direct begonnen met te opereren om toch te proberen die druk die ontstaan was, zoals de dokter daar straks verteld heeft, om die druk in haar hersenen te verminderen door een drein te plaatsen. En ze zijn met haar bezig geweest van 1 tot 5. En daarna kwam de chirurg met ons praten. En vertelde hij ons dat de druk in haar hersenen zo groot was
dat haar hersenstam dus beschadigd was. En hij zei letterlijk, mevrouw, de deur staat op een kier, maar neem afscheid van haar, want waarschijnlijk komt ze hier niet door. Op dat moment stort uw wereld in, dat kan niet, dat mag niet. Kelly was een heel lief kind, die had nooit iemand kwaad gedaan. En ja, ze zat ook zo in elkaar om altijd behulpzaam te zijn en lief te zijn. En het was zo, ja, die waarom-vraag, maar daar krijg je niemand ooit antwoord op natuurlijk. Wij mochten dan altijd bij haar, met de hele familie zelfs. En dat was natuurlijk voor ons een teken dat het niet goed was, want normaal op intensieve zorgen, ik weet niet eens regeltjes, 2 personen, kwartiertje, zoiets zal het ongeveer zijn. In ons geval was dat niet, wij mochten altijd de hele dag door bij haar en met zoveel volk als dat we wilden. Dus eigenlijk, ja, eigenlijk weet je dan genoeg. Nu de eerste paar uur, als we iets tegen haar zegden, ging haar hartslag nog omhoog. Dus dat geeft dan toch weer dat sprankeltje hoop van kijk, er is reactie. Dus je blijft terug die hoop hebben van misschien komt ze er toch wel door. Misschien toch dat kiertje van die deur. Er zijn dan nog veel testen uitgevoerd. En dat is iets wat ik er eigenlijk nu bij wil zeggen. Wij zijn daar eigenlijk altijd mogen bijblijven bij die testen die ze bij Kelly gedaan hebben. En ik ben daar eigenlijk heel dankbaar voor dat wij dat ook effectief zelf hebben mogen zien. En meemaken dat er inderdaad geen reactie meer was. Ik vind dat naar verwerking toe voor later, het begrip hersendood is zo moeilijk te begrijpen. Bij Kelly ook, daar was niks aan te zien aan dat kind. Die had geen schram, niks, nergens iets. En ja, ze ligt daar en toch vertellen ze dat uw kind dood is of dood aan het gaan is. Dus allee ja, ik was heel blij dat ik die testen zelf heb mogen meemaken en heb kunnen zien dat er geen reactie meer was. Dus ja, de volgende dag om 3:30 dan, werden we dan terug bij de dokter geroepen en werd ons dan verteld dat Kelly hersendood was. En dat alleen de machines haar ademhaling en haar hart en zo op gang hielden. Op datzelfde moment werd dan eigenlijk aan ons de vraag gesteld of haar organen wilden afstaan. En ik had daar gedurende die nacht die er dan overheen gegaan was, al aan gedacht. Misschien klinkt dat vreemd dat ik dat zeg. Maar toch op een of andere manier weet je en voel je dat je haar moet afgeven, dat je haar moet laten gaan. En ik had dus die gedachte om de reden, zoals ik daar straks al zei, dat Kelly zelf een lief en behulpzaam kind was. Dat altijd iedereen wou helpen. En ik was er dan ook van overtuigd dat zij dat nu ook zou gewild hebben. En ja, mijn man had ik daar toen nog niet over ingelicht, want ik vond dat een beetje een eng idee om te zeggen van ja, willen we dat dan doen? Terwijl ze eigenlijk op dat moment nog niet echt, ja, hersendood verklaard was, zeg maar. Allee, echt dood was. Maar toen die vraag gesteld werd, was ook voor Erik dat heel vanzelfsprekend dat ons Kelly dat ook zelf zou gewild hebben. Zo zat ze in elkaar en hij twijfelde daar ook niet aan. Ik had alleen 1 voorwaarde gesteld en dat was dat ik ze nog voor ze met de procedure begonnen op mijn schoot wilde hebben. En ja, dat is echt niet gemakkelijk, jullie zullen dat wel weten, er hangen zoveel toeters en bellen aan. Om dat kind dan bij mij op schoot te krijgen, dat was echt super moeilijk. Maar ze zijn met verschillende verpleegsters gekomen en ze hebben dat allemaal geregeld, zodanig dat ik de kans had om ze echt nog in mijn armen te houden. En dat is zo'n moment dat ik echt wel koester. Mijn echtgenoot heeft dan ook nog aan de dokter gevraagd of de uitname van de organen toch wel netjes zou gebeuren. Dat was ook zo een voorwaarde en dat was iets waar hij heel erg mee in zat. En er werd ons dan verzekerd dat zo'n procedure, dat met uiterste zorg voor het lichaam gebeurt en dat de plaatsen waar iets uitgenomen wordt, dat terug opgevuld wordt en gehecht en een pleister, zoals bij elke andere operatie. Dan de nacht van maandag op dinsdag om 4:00 zijn ze haar dan komen halen om met de procedure van de uitname van de organen te beginnen. En wij mochten heel de tijd op haar kamer op intensieve blijven.
Ik weet ondertussen dat dat heel uitzonderlijk is. Toen hebben wij dat als zijnde normaal ervaren. Maar haar kamer op intensieve bleef haar kamer op intensieve net zo lang tot zij teruggebracht was na de donorprocedure. En ik ben daar eigenlijk wel heel dankbaar voor, omdat ik weet nu dat in andere gevallen, na de uitname van de organen, gaat het lichaam dan eigenlijk direct naar het mortuarium. En dan is dat verschil heel erg groot. Je kind is beademd door bloed. Voor ons idee dan nog, ja, levend is het niet, maar waarom weggebracht? En om dan direct terug die te moeten zien in een kil mortuarium, ik zou dat verschrikkelijk hebben gevonden. In ons geval is dat dus niet gebeurd. Ze hebben Kelly na de operatie, na de uitname van de organen, teruggebracht naar haar kamer. En ik vind dat echt super fijn en ik ijver daarvoor dat alle ziekenhuizen, zoveel van mij die kamer op intensieve niet leeg te houden, maar gewoon een bed in een gewone kamer en niet direct een kil mortuarium. Dat maakt echt wel een enorm verschil. Ik had ook gevraagd of ik haar zelf mocht aankleden, maar de dokters vonden dat niet zo'n goed idee. En ze zeiden dat ik haar kleren maar moest meegeven, zodat ze ze aangekleed terug naar de kamer konden brengen dan. Rond 11:30, dinsdagmorgen, zijn ze dan teruggekomen en ja, dan is het toch echt wel schrikken, zoals ik daar straks bij zei. Ze gaat door bloed weg en dingen. En dan komt ze terug en dan is koud en bleek. En ja, je weet dat wel hoor, want je bent daarop voorbereid, maar toch, als ze dan terugkomt, dan is het wel heel echt. En die confrontatie is dan op dat moment toch wel groot. Ik ben dan nog bij haar op bed gaan liggen. Ik heb haar haartjes nog mooi gekamd. En ik ben dan toch zo iemand die dan toch wel wil weten of het inderdaad wel netjes gebeurd is, zoals mijn man gevraagd had en zoals ze het ons ook beloofd hadden. Dus wat heb ik gedaan? Ik ben misschien een raar mens, maar ik heb haar kleedje opgetild en ik heb gekeken. Mocht ik dat niet gedaan hebben, zou ik het met mijn leven lang hebben afgevraagd. En nu kan ik voor de volle 100% en met volle overtuiging, als ik ook ergens mijn verhaal ga vertellen, verzekeren dat dat echt met de meeste zorg voor het lichaam gebeurt. En dat niemand daar schrik voor moet hebben, dat achteraf dat lichaam niet meer te groeten is of zo. Maar dat is zo'n angst die bij veel mensen ook wel leeft. Wij zijn nog even bij haar gebleven. Wij mochten trouwens blijven zolang we wilden, maar op een gegeven moment moet je afscheid nemen natuurlijk. En op een gegeven moment zijn we dan op ons gemakje naar huis gegaan zonder Kelly. Wat ik ook nog belangrijk vind om te vertellen tegen jullie is dat voor ons in het ziekenhuis, wat ik er juist al zei, zo van die vanzelfsprekende dingen, dat je achteraf hoort dat niet vanzelfsprekend is. Op intensieve is het allemaal glas, daar komen ook andere bezoekers. Dus blijkbaar werden wij nogal bekeken, vooral Kelly dan. Hè. Je zit daar met een kind in zo'n bed. Dus door andere bezoekers was er nogal inkijk. Wij hebben dat zelf niet gemerkt, want je bent zo met je kind bezig. Maar de verpleging had dat opgemerkt en wat hebben die gedaan? Zo'n scherm, zo'n kamerscherm gaan halen en dat voor het glas gezet, zodanig dat niet de andere bezoekers zomaar bij ons konden binnenkijken. Okay. Dus voor ons was dat ja, iets wat we niet echt opgemerkt hebben, maar achteraf wel heel fijn om te horen dat ze dat zo opgemerkt hadden. Een ander klein ding, je krijgt altijd koffie of thee hè, als ouders zijnde, maar mijn man drinkt dat niet. Dat is op zich een heel ongezonde mens, die drinkt alleen maar cola. En dus die liep regelmatig naar de spoedafdeling waar een cola-automaat stond en daar ging die blikje cola halen. Tot op een gegeven moment de verpleging dat door had, dat mijn man geen koffie of geen thee dronk als ze dat voor mij brachten. En dan hebben ze op een gegeven moment, van hun eigen geld zelfs, heb ik achteraf gehoord, cola gaan halen in het winkeltje of uit een automaat, ik weet niet waar, in de koelkast gezet bij hen op de afdeling intensieve en als ze mij een koffie brachten, kreeg mijn man een cola. Een heel klein iets dat je achteraf denkt van kijk, ze zijn echt wel met mensen bezig en de menselijke kant van de zaak. En dat vind ik zo belangrijk dat je echt wel weet dat je met mensen bezig bent. Nu, wij weten dat de organen van, de organen van Kelly zijn gegaan, het hartje naar een meisje
Nee, wacht, fout. Het hartje, naar een jongetje van 4 in Duitsland. Haar longen gingen naar een meisje van 6 jaar in Oostenrijk. Eén nier naar een jongetje van 2 in Duitsland. De andere nier naar een man van 41 hier in België. En haar lever is naar een meisje van 3 gegaan in Duitsland. Dat kindje stond al 4 maanden op de wachtlijst en heeft dan de lever van Kelly gekregen. Misschien zijn er mensen die het raar vinden dat je op zo'n moment zo'n beslissing neemt. Misschien zeker van je kind. Maar ik heb mij ook geprobeerd in de plaats te stellen van mensen die met een ziek kind zaten. Stel dat onze Kelly geholpen had kunnen worden doordat er iemand ergens zo'n beslissing neemt. Wij hadden ook een gat in de lucht gesprongen als Kelly bij ons mocht blijven. En we hebben ons echt ook ingeleefd in die situatie. De kinderen die een orgaan van Kelly hebben gekregen, hebben nu een nieuwe kans gekregen. En dat geeft ons eigenlijk een goed gevoel dat nog het enige positieve is uit al het negatieve wat we meemaken, dat er andere kinderen geholpen zijn. En wij hebben tot op de dag van vandaag nog geen minuut spijt gehad van die beslissing. En nog steeds heel erg overtuigd dat ook Kelly, als ik het haar had kunnen vragen, ja zou gezegd hebben. Door hetgeen met ons Kelly is gebeurd, hebben wij zelf ondervonden dat je achteraf nog wel nood hebt aan gesprek. Op die moment in het ziekenhuis komt de coördinator en die legt ook wel uit hoe zo'n procedure in zijn werk gaat en wat er allemaal volgt en zus en zo. Maar op dat moment zelf ben je zo overmand door het verlies, het verdriet van je kind op dat moment, dat die informatie over die donatie, ja, die dringt niet door. Daar heb je gewoon geen plaats voor. En de coördinator had toen wel gezegd van ja, je mag altijd contact met mij opnemen als er nog vragen zijn. Dus wij zijn dan mensen die dat inderdaad ook hebben gedaan, omdat ik toch terug wilde weten van, ik wilde echt alles op een rij zetten van, heb ik alles begrepen, heb ik iets gemist, wat mankeert er nog? En gewoon ook het feit om er nog over te praten. Iemand verliezen is één ding, maar dan komt die donatieprocedure er nog bij en niet dat dat erg is, maar het is wel een bijkomstig iets waar je ook mee verder moet, waar je ook meer van wil weten. En wij hebben dan gevraagd, zijn wij nu de enige die daarnaar vragen om nog gesprek te hebben en ja, eventueel gesprek met lotgenoten of wat dan ook. Maar toen bleek dat er, dus de coördinatoren zei, ja, die vraag komt wel meer. Ik zeg, ja, maar is er dan niet zoiets waar wij terecht kunnen? Hè? Er zijn toch zoveel verenigingen? Nee, ja, voor 1001 dingen zijn er verenigingen, maar niet voor nabestaanden van donoren. En ik had toen zoiets van, oké, als dat er niet is, dan moet dat er komen. Ze hebben mij in eerste instantie een beetje willen tegenhouden, omdat ze dachten, ja, dat is nu in opwelling en in emotie, dat u dat wilt doen, maar dan kennen ze mij niet. Als ik zeg van, ik doe dat, dan doe ik dat. Na overleg met de verschillende coördinatoren bleek dus dat die vraag naar nazorg wel groot was. En er werd dan een soort van proefbijeenkomst gehouden. Het was februari, het was slecht weer, het had zelfs gesneeuwd. Ik maak dat bijna niet mee in België, maar die en dag had het gesneeuwd. En alle mensen die door de coördinatoren van de ziekenhuizen uitgenodigd waren, alle donorfamilies, die waren allemaal komen opdagen. Door die sneeuw, door dat slecht weer. Dus dat was voor ons zo de bevestiging van ja, inderdaad, mensen willen dat ook effectief wel. Op de eerste bijeenkomst hebben wij dan de ouders van Jacke ontmoet. Jacke was een jonge gast die omgekomen is in een verkeersongeval. En waarvan zijn ouders dus ook beslist hebben om zijn organen af te staan. En zij wilden ook actief meewerken om zo'n vereniging op te starten. Samen hebben wij dan de VZW Navado opgericht, wat dus staat voor nabestaanden van donoren. Wij willen een aanspreekpunt zijn voor mensen die iemand hebben verloren. Dus meestal zeer onverwacht en waarvan organen zijn afgestaan voor transplantatie. Het praat zoveel gemakkelijker met iemand die hetzelfde voelt. Familie en vrienden, die luisteren ook wel. Maar je kan tegen diezelfde mensen ook geen 10 of 20 keer jezelfde verhaal vertellen. Op de duur zullen die ook zullen wel luisteren hoor, maar zullen misschien ook wel denken van, oh, daar hebben ze weer. En ja, bij ons kan het verhaal dus nog wel verteld worden. En als je hetzelfde voelt, heb je ook dikwijls maar een half woord nodig. Als mensen mij bellen, ze zeggen iets en ja, eigenlijk kun je het aanvullen met hetgeen dat je zelf hebt ervaren. Dus dat maakt het gesprek zoveel gemakkelijker.
Heel vaak blijven ook veel mensen nog met vragen zitten. Zo bijvoorbeeld met de vraag van welke organen zijn er nu precies van mijn familielid uitgenomen en effectief getransplanteerd geweest. En hoe gaat het met de mensen die dat orgaan ontvangen hebben? Het is niet per definitie zo dat elk ziekenhuis achteraf een brief schrijft naar de donorfamilies. Ik vind dat jammer, ik vind dat eigenlijk wel zou moeten. Dat je toch tenminste weet welke organen dat er effectief gebruikt zijn geweest. En ach, dat is ook zoiets waar ik voor ijver, dat eigenlijk een regel zou worden dat sowieso gedaan wordt. Maar in het geval dat de mensen het dus niet weten, kunnen ze via ons de vraag stellen. Ik vraag dan in welk ziekenhuis dat de persoon overleden is en ik koppel dat dan terug met het juiste transplantatiecentrum. Ik geef dan naam en geboortedatum en overlijdensdatum door van die mensen aan de coördinatoren. Die doen het nodige opzoekwerk en die nemen dan weer zelf contact op met de donorfamilie, want dat komt dan niet via mij, want in principe heb ik daar niks mee te maken. Het fijne daarvan dan is wel dat achteraf veel mensen mij nog terugbellen met het bericht van oh, bedankt, want ik weet nu en het was dit en dat en deze. Dus meestal kom ik het toch wel te weten, maar dat doet er niet toe. Maar het is zo fijn dat ze dan heel blij zijn dat ze die informatie hebben en dat ze daar ook mee verder kunnen. De ervaring leert ook dat het voor veel mensen best moeilijk is om die stap naar dat ziekenhuis terug te zetten. Dikwijls is dat het ziekenhuis waar het gebeurd is, dus dat is niet zo evident om terug naartoe te gaan. Plus ook dokters, transplantcoördinatoren worden meestal aanzien als mensen die het druk hebben en die mag je niet storen. En als dat echt nodig is, kunnen die mensen wel tijd voor u maken. Dus ja, dat is het probleem niet. Maar wij zijn dan maar de gewone mensen en dat is blijkbaar toch gemakkelijker om een telefoontje of een mailtje naar ons te doen. Dus ja, zoals gezegd, dan krijgen ze wel het antwoord op hun medische vraag. Maar gewoon voor een babbel of ja, een emotioneel gesprek, whatever, kunnen ze gerust bij mij terecht. Ik neem daar alle tijd voor om met de mensen te praten. Wij geven ook één keer per jaar een contactblad uit, waarin er verhalen staan van zowel donorfamilies als van mensen die een orgaan hebben ontvangen. Maar ook interviews met transplantchirurgen, transplantcoördinatoren enzovoort. Wij hebben ook voor iedere donorfamilie een aandenken voorzien. Dat is een kunststuk van een kunstwerk dat gemaakt is door Veronique Putz. Dat is een speciaal iets dat enkel en alleen een donorfamilie in zijn bezit kan hebben. Ik heb dat hiervan voorgezet op de tafel. Daar staan de woorden op, liefde heeft vleugels. Op de achterzijde van dat kader, want zo op zich zegt dat niet dat dat over orgaandonatie gaat. Maar wij hebben echt iets gewild dat je op de kast kan zetten, dat niet direct eruit springt van hier is een orgaandonor geweest. Want dat gaat er ook een beetje over. Maar gewoon, liefde heeft vleugels en op de achterkant hangt dit kaartje. Ik ga even voorlezen wat de betekenis is van dat werkje. Deze kunststuk is van de hand van kunstenares Veronique Putz. U ziet een afbeelding van een veer en de woorden liefde heeft vleugels. Met deze woorden drukt de kunstenares haar idee uit dat liefde de helende kracht is die het mogelijk maakt om verder te leven na een definitief afscheid. De veer verwijst naar de verbinding tussen hemel en aarde, maar ook naar het wegvliegen van de ziel op het moment van overlijden. In de Indiaanse cultuur is de veer tevens een symbool voor moed. Mensen die een bijzonder dappere daad hebben verricht, krijgen een veer om de wereld te tonen hoe krachtig ze zijn. In dit werk geeft de veer uitdrukking aan de moed die nabestaanden van donoren hebben getoond. Op die manier wordt die simpele veer en die simpele woorden een heel ander verhaal. En dan zijn er natuurlijk onze nabestaande dagen. Elk jaar rond de tijd van Werelddonordag in oktober organiseren wij onze nabestaande dag. Dat is een dag waarop onze donorfamilies, waar onze donorfamilies ondertussen enorm naar uitkijken. De eerste keer dat we zo'n dag organiseerden waren er 80 mensen aanwezig. Ondertussen is het aantal gegroeid en hebben we elke keer tussen de 200 en de 300 mensen die aanwezig zijn. Op onze lijst van donorfamilies heb ik inmiddels meer dan 600 donorfamilies staan, dus ja, dat loopt wel op. Op onze nabestaande dagen worden ook altijd enkele mensen uitgenodigd die een orgaan hebben ontvangen, zodat onze mensen, de donorfamilies dus, ook eens met iemand kunnen praten die een orgaan heeft gekregen. Ik heb het daar straks nog tegen Hans uitgelegd. Als wij samen in de supermarkt staan,
aan mij zie je niet dat ik een kind verloren heb en aan Hans zie ik niet dat hij een nier gekregen heeft. Dus de doorsnee donorfamilie krijgt eigenlijk nooit de kans om met een getransplanteerde persoon te praten. Dus ik vind dat belangrijk dat die mensen bij ons ook aanwezig zijn op die nabestaande dagen, zodat ook dat gesprek er is en dat onze donorfamilies kunnen zien dat de toch wel moeilijke beslissing op dat moeilijke moment de juiste is geweest en een groot verschil heeft gemaakt voor degene die dat orgaan gekregen heeft. Op zondag is vooral de bedoeling dat we met elkaar in contact komen en dat we met elkaar onze ervaringen en gevoelens kunnen delen. Zoals er juist al gezegd, bij ons mag het nog verteld worden en vooral ook bij ons mag er ook nog geweend worden. Veel mensen durven dat ook al niet meer, want het moet maar over zijn na zoveel tijd. Zo werkt dat niet. Je ziet, bij mij wordt het in februari 18 jaar. Als ik het vertel, dan krijg ik het nog steeds moeilijk, dus dat is heel normaal. En op die dag laten we ook gastsprekers aan bod komen, zoals artsen, coördinatoren en ook getuigenissen van de ontvangers van een orgaan, maar ook getuigenissen van een donorfamilie. Op die dag houden we ook een bijzonder gedenkmoment voor onze donoren. Dat doen we elke keer op een andere manier, maar wel op zo'n manier dat onze donorfamilies daar ook actief aan mee moeten werken. En dat is eigenlijk juist het mooie eraan. Om u een voorbeeld te geven, dit jaar hadden we twee grote lege witte bloemen. Ik ga u zelfs een paar foto's laten zien. Gemaakt uit schildersdoek, hè, canvas. En onze mensen kregen allemaal een gekleurde vlinder. En op die vlinder moesten ze iets schrijven. De naam van hun familielid die donor was geweest. Een spreuk, een gezegde. Ik mis je, ik hou van je. Maakt niet uit. Het gevoel wat ze hadden, mochten ze daarop schrijven. Iets persoonlijks. En onder de klanken van een toepasselijk lied over hun vlinder, zijn die mensen dan stuk voor stuk hun vlinder op die lege, kale bloem komen kleven. En symbolisch kan je dat dan zien als het de vlinder die wegvliegt, maar, dus onze donorfamilie die overleden is, maar die kleurige vlinders gekleefd op die bloem, die lege witte bloem, die zorgen er dan weer voor dat dat een mooie gekleurde bloem wordt. En dat staat dan weer symbool voor het nieuwe leven dat onze donoren geschonken hebben. En zo proberen we elk jaar opnieuw iets nieuws te verzinnen om onze donoren eigenlijk op een speciale manier te gedenken. We hebben dat ook al gedaan met een boom, die is naar TUZ Leuven gegaan, die hangt daar op de transplantatieafdeling. En Jolien knikt beamend. De bloemen van dit jaar hebben we aan het UZ van Antwerpen geschonken. En we hebben het ook al eens met keien gedaan. Die zijn naar Gent. Die liggen bij de donorboom in Gent. Dus, ik ga even, voor dat een beetje te verduidelijken, een paar fotootjes laten zien. Eerst de fotootjes nog van mijn dochter. En hier was ze nog klein, hè. De sneeuw, de kleine zus, paardjes, ze was verzotte paardjes. Dat is de zomer voordat ze gestorven is. En dat is niet zo heel lang ervoor. Even over naar Vado. Dat is de eerste keer. Dat hebben we op de Flandriaboot gedaan. Toen ging dat nog. Nu past niet meer iedereen erop. Dat is in Mechelen, Tivoli Kasteel. Dus ja, zoals gezegd, er is iemand die getransplanteerd is die kwam spreken. Ik ga er een beetje snel over, want ik weet dat we al over onze tijd zitten. Hier hebben we bij het bijzondere moment kaartjes laten schrijven voor aan ballonnen te hangen. En die zijn we dan allemaal gezamenlijk gaan oplaten. Symbolisch dan weer naar de hemel toe, als je het zo wilt zien. We voorzien ook altijd een hapje en een drankje. Het is, we roeien met de riemen die we hebben. Het is altijd niet gemakkelijk, maar we proberen toch om het te blijven doen. Kinderhoekje ook altijd voorzien. Er zijn altijd ook veel mensen met kinderen en anders is dat moeilijk. Dan kunnen die niet komen, dus wij willen ervoor zorgen dat ook die mensen bij ons welkom zijn. En wij voorzien ook echt kinderopvang. Dat is mijn jongste dochter, die altijd meehelpt in de kinderopvang. Meneer Colombie van Gent, transplantcoördinator.
dat was een moment met kaarsjes. Dan mochten ze allemaal de naam van hun familielid door de micro uitspreken en dan een brandend kaarsje ervoor wegzetten. Dat was Tim, die ook getransplanteerd is en die heeft zijn verhaal eigenlijk op een muzikale manier weergegeven. Die heeft daar een liedje over gemaakt, dat was ook wel heel speciaal. Dat is Lennart, die ook getransplanteerd is, dat kindje. De inschrijvingen, rechts, dat is mijn oudste dochter. U ziet dat er toch altijd wel veel mensen zijn. Hè. Stukje taart bij aankomst, dat was in Limburg, dus uiteraard Limburgse vlaai. Dat proberen we dus ook, hè, op de locatie waar we zijn, moet ik misschien vertellen, wij doen het ook altijd op een andere plaats in België. Waarom? Omdat dan de donorfamilies, de ene keer moeten de mensen van de kust naar Limburg rijden en de andere keer is dat andersom, of ergens in het midden van het land. Dus om voor iedereen een keer goed te doen, doen we dat altijd ergens anders. En dan proberen we een streekgebonden iets mee aan te bieden. Dat was de kinderhoek die klaar stond, maar de kindjes waren er nog niet. Het kindje dat een niertransplantatie heeft gehad, die heeft samen met hoe heet ze weer, van het UZ Leuven een liedje gemaakt over zijn transplantatie. Dat was echt om kippenvel van te krijgen, dat was zo mooi. Hier hadden we dan een leeg hart. En hadden ze allemaal een hartje gekregen waar ze ook weer een boodschap moesten opschrijven. En dan zo dat hart eigenlijk komen volkleven, om daar dan weer, ja, ons hart is er vol van, hè, op die manier. Dat is Steven, die heeft een harttransplantatie gehad. Kijk, zie, er worden echt wel heel veel teksten opgeschreven, hè. Dat is Camille, ook een kindje dat getransplanteerd is. Dat kregen de mensen dan mee nadat ze hun ding gedaan hadden. Dat is in Paterspand, dat zal jullie misschien bekend voorkomen. Prachtige locatie was dat. Dankzij de steun van de stad Turnhout hebben we dat daar kunnen laten doorgaan, dus nogmaals dank. Dus nog sprekers. Weer wat er klaar stond, dat was dan cake, speciale cake van hier. Dat is een psychologe. En dan hebben we het liedje van de regenboog van Spring gedaan. Ik weet niet of jullie dat bekend is, dat is, klinkt misschien raar, een liedje van Spring, maar dat was een heel, heel, heel mooi liedje. Je moet dat maar eens opzoeken als je thuis bent. Dat was weer een ander jaar. Hebben ze allemaal een ster komen vullen met lichtjes. En dat was dan met het liedje van... zeg het. Ja, van Benny Nijman, maar ik weet het niet meer. 2014, de kindjes zijn er altijd bij. Toen hadden we een ballon waar hartjes op gekleefd werden. En dan kregen de mensen ook een houten hart mee naar huis, waar dan op stond Love, Hope, Faith. 2015, dat is in het Kielpark. Je ziet die potjes al klaarstaan met bloemetjes. Hier hebben we dus onze boom gemaakt. En dan kregen de mensen allemaal zo een levend plantje, het symbool van leven, dan ook weer mee naar huis. Dat was toen mijn kleindochterke, inmiddels is ze al wat groter. En dat is onze boom, die in Leuven hangt. En dat zijn onze vlinders van dit jaar. Dus om u een beetje een idee te geven hoe dat het een beetje in elkaar zit. Zoals gezegd hebben we ondertussen meer dan 600 donorfamilies op onze lijst staan, wat bewijst dat wat we doen toch enorm gewaardeerd wordt. En dat geeft ons dan weer de drijfveer om er mee door te gaan, zodat we elkaar kunnen blijven helpen en steunen. En op deze manier voelen de mensen dat ze ook na de donatie niet vergeten worden. Want vroeger was dat wel een beetje anders, dan de donorprocedure was voorbij, iedereen werd naar huis gestuurd en daar stopte het. En wij willen ervoor zorgen dat de mensen toch wel het gevoel hebben van we hebben iets speciaals gedaan en we horen ergens bij en we zijn ergens welkom. En
Dat is de reden waarom dat Navado opgericht is. Ik zou heel graag willen afsluiten met een filmpje. En dat filmpje werd gemaakt naar aanleiding van een tv-programma. Dat noemde Nirvana. En dat was in Nederland van de KRO. En dat was een programma over de dood en over rouwverwerking. Er werd toen gevraagd welke muziek voor ons iets betekende in verband met het overlijden van Kelly. En wij hebben dan gekozen voor het liedje van De Fiets van Herman van Veen. En dat liedje werd ook op de begrafenis gedraaid van Kelly in de kerk. En in het filmpje wordt uitgelegd waarom dat filmpje voor ons belangrijk was. Ja. Als er een kinderorgaan was voor transplantaties.
daar ben ik eindigend aan. Ik had daar van zondag op maandagnacht zichtbaar al mee bezig geweest van als dat toch niet voorkomt, dan moet ze vooral de kinderen helpen, want dat zou zij ook zo gewild hebben. Maar in eerste instantie heb ik dat tegen hem niet durven zeggen, want ja, ze was er nog. Maar toen die vraag kwam, was voor hem ook vanzelfsprekend van ja, natuurlijk. Dat ze zo gewild. Voor mij heeft dat een goed gevoel. Ik heb zoiets van, als die kinderen die organen niet hadden gekregen, zou hij ook gestorven zijn. En dan hebben die mensen net dezelfde einde als wij dan. En dan wens je niemand toe. Dus ik ben blij dat ze toch heeft kunnen helpen en dat het dan toch niet voor niks is geweest. Thank you.